Want ik ga twee inleidingen houden. De eerste inleiding is dat we een kleine vernieuwing doorvoeren in de manier waarop deze zaal eruit ziet. Normaal vergaderen we zittend in een commissievergadering. Het presidium heeft besloten dat we een experiment houden waarbij wat duidelijker wordt wie de spreker is en het wat meer op een plenaire vergadering lijkt. Dus als u woordvoerder bent, dan neemt u plaats achter de katheder daar. U kunt gewoon vanaf uw plek interrumperen, ook bij uw collega's. Hetzelfde geldt voor de ministers die om en om zullen spreken. Het is de eerste keer, dus het kan even wennen zijn, maar dat is op zich niet heel erg. En als er vragen zijn, dan merken we dat vanzelf wel. Op de agenda staat een brief over de stand van zaken in Venezuela. Deze is met nadruk gevraagd door de commissie. Er zijn ook verschillende brieven uit de Venezolaanse gemeenschap hier in Nederland bij de Kamer gekomen waarvan wij kennis genomen hebben vanwege de grote zorgen die daar leven over de situatie daar. En omdat Venezuela natuurlijk ons grootste buurland is vanwege de Bes-eilanden waar de minister van Koninkrijksrelatie ook voor verantwoordelijk is, is hij hier ook expliciet uitgenodigd door de commissie Buitenlandse Zaken. Ik stel voor om in de eerste termijn spreektijden op verzoek van de woordvoerders, degene die ze laten binnenkomen, van 6 minuten te hanteren, maar niet meer dan 1 interruptie per persoon in de spreektijden onderling. Ik geef het woord aan de heer Ten Broeke namens de fractie van de VVD. Oh, ik mag hem zelf aandoen. Helemaal goed. Dat is daar niet anders hoor. Voorzitter, dat zijn. Dit is Viva la Revolution, zou ik bijna willen zeggen. Dit zijn experimenten op zijn Hollands. Dat wij met de microfoon en staande ons verhaal doen. Een beetje de plenaire zaal. Ik zie ook vooral uit naar de beantwoording van de kant van de minister van Buitenlandse Zaken. Omdat ik weet, ik sprak hem daar net nog op aan, dat wij ooit eens in een soort setting hebben gezeten die misschien iets minder serieus was. En hij daar de rol van Maduro sprak. Niet de huidige Maduro, maar een andere Maduro. Maar daar zal hij vanzelf bereid zijn om op in te gaan. Die rol zal ik in ieder geval niet op me nemen. Ik spreek hier vandaag namens een van de indieners van de motie. Waarin werd gesteld dat wij graag geruststellende maatregelen van de Nederlandse regering zouden zien. En de vraag is of we daar voldoende van hebben gezien. Voorzitter, in Venezuela is de noodtoestand alweer ruim een jaar oud. En dat betekent dat er 2000 mensen in de gevangenis zitten. 43 mensen zijn gedood. En de afgelopen 24 uur alweer 5 doden in verschillende districten. We weten allemaal welke rokende socialistische puinhopen in dit land te bezichtigen zijn. Dit is tegelijkertijd ook het grootste buurland van Nederland. De voorzitter refereerde er al aan. En dat is voor ons betrekkelijk weinig aan te doen. Maar de implosie aan de Venezolaanse kant kan wel degelijk ook leiden tot een explosie aan de kant van de Bes-eilanden als het gaat om potentiële migratie. En toen we dit probleem 2 jaar geleden aankaarten, omdat de eerste migranten zich op fruitbarkjes hadden gemeld op de Bes-eilanden, werd hard gelachen. Hier in dit AO werd zelfs gesproken over die bootjes van Ten Broeke. Maar wie af en toe een Antilliaanse krant leest, en hier in dit gebouw ontvangen wij de Amigo, die weet dat het met de overzeese gebiedsdelen ons Koninkrijk wel degelijk worstelt met een langzaam toenemende migrantenstroom. En met enige regelmaat onderschept de kustwacht Caribisch gebied dan ook Venezolaanse bootjes met migranten aan boord. Soms met een handvol opvarenden. Afgelopen zondag nog zo'n 29 illegale Venezolanen aangehouden. Soms enkele tientallen. Bijna elke dag staat er wel iets in de Antilliaanse pers over Venezuela. En dit deel van het Koninkrijk, ons Koninkrijk, ligt dan ook op slechts 30 kilometer afstand van de Venezolaanse vasteland. Dus dit zijn de gevolgen van die Venezolaanse brandhaard zijn dan ook bij ons direct merkbaar. Ook de internationale pers is inmiddels wakker. In november publiceerde de New York Times een reportage over Roymar Bello, een van de ongeveer 150.000 Venezolanen die het land vorig jaar wisten te ontvluchten. Roymar voer mee op een boot met 17 Venezolanen die succesvol met behulp van mensensmokkelaars Curaçao wisten te bereiken. Roymar betaalde daarvoor $1000 mee te varen op een vissersbootje. En hij hoeft alleen eigenlijk het laatste stukje nog even te zwemmen en dan was hij er. Dat was lang niet het enige bericht over de migratiestroom vanuit Venezuela. Latijns-Amerikaanse peilbureau Datin concludeerde
een paar maanden geleden, dat 57% van de Venezolaanse kiesgerechtigden Venezuela wil verlaten. Dat zijn 12 miljoen mensen. En 10% was ook al voorbereiding aan het treffen, aldus Fox News. Fake news, hoor ik u denken. Niet echt. Onze eigen pers illustreert de cijfers tegenwoordig namelijk ook met de verhalen van Venezolaanse migranten of migranten in spe. Alleen wie niet weg kan, blijft in Venezuela, kopte Trouw 2 weken geleden. Gevolgd door het verhaal van Alexis González, die op het punt staat Venezuela te ontvluchten. En voorzitter, ik kan niet anders dan concluderen dat er ruimte zit tussen deze berichtgeving die ons bereikt, zowel van de internationale als tegenwoordig de nationale pers over de situatie. Maar ook de geluiden die ons in toenemende mate van de afgelopen jaren van onze eigen regering hebben bereikt en waarin een zeker gevoel van urgentie lijkt te ontbreken. En op aandringen van deze commissie schreef de regering in juni 2015 een brief over de migratiedreiging vanuit Venezuela. En toen was letterlijk de assessment, de inschatting dus, dat er geen sprake was van een explosieve situatie, let wel, in Venezuela. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken. En in ieder geval geen aanleiding om ons op noodscenario's voor te bereiden. Ipse dixit. Ik ga straks iets vragen over de repatriëring van Nederlanders, want ik denk dat dat een reële vraag is. Maar dat was toen het oordeel. Ook hadden wij toen als Kamer breed, en dat is altijd lastig, dat realiseer ik me goed, kritiek op het reisadvies. Die werd ook als ongegrond afgedaan. Minister zei toen, ik herken mij niet in die beschrijving die op dat punt wordt gegeven. Enkele weken later werd het reisadvies aangescherpt. Maar ook toen moest je speuren naar een gevoel van urgentie van de kant van de regering. In het VO Venezuela van 25 juni verwachtte de minister van Buitenlandse Zaken nog altijd een marginale vluchtelingenstroom. En de berichtgeving in de media over onderscheppingen van migrantenbootjes namen op dat moment al toe. En de vraag is nu, welke analyse moet hier prevaleren? Mijn fractie constateert dat er een te groot verschil bestaat. En in antwoord op vragen van collega Sjoerdsma schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties een maand geleden dat de inschatting van het kabinet blijft dat, mocht de situatie in Venezuela verder verslechteren, er geen massale migratiestroom op gang komt richting het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ja, massale migratiestroom, dat wil ik nog wel geloven. Voor het overige help ik het hopen. Maar wat is massaal? Als je een eiland van 100.000 inwoners hebt, dan zijn 100 migranten al 5 keer zoveel in verhouding als het aantal migranten dat heel Europa op dit moment moet verwerken. En dat is hier het discours van de dag. Dus om tot die conclusie te kunnen komen, vind ik dat we de cijfers op een rijtje moeten hebben. En daar doet zich een groot probleem voor. Daarom heb ik een aantal vragen aan beide leden van de regering die hier vandaag aanwezig zijn. Een brief van 12 mei schrijft de regering dat uit de cijfers van de kustwacht blijkt dat op het eerste kwartaal van 2017 een toename zichtbaar is van het aantal illegale migranten waarvoor wij al die tijd hadden gewaarschuwd. Vanuit Venezuela vanzelfsprekend. Kan de regering die toename nu eigenlijk ook onderbouwen? Ik wil gewoon cijfers. Zijn er cijfers? Wordt er nu ook actief op geadministreerd? En hoeveel migranten heeft de kustwacht Caribisch gebied eigenlijk sinds het uitbreken van de crisis nu onderschept? In dezelfde brief schrijft de regering dat na, ik quote, aanlanding de aangetroffen illegale migranten worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Maar dan moet je ze wel aantreffen. Hoeveel illegale migranten zijn er ondertussen teruggestuurd? Als een Venezolaan op illegale wijze Bonaire terechtkomen, dan is de wet toelating en uitzetting BES voldoende om deze mensen terug te sturen. Of is dat niet het geval? Is er al sprake van uitzetting van illegale geweest? En de mensen die agent Ferry Bax hebben doodgeschoten, waren ook Venezolanen. Is er ondertussen ook sprake van een incident? Of moeten we vaststellen dat er langzamerhand ook georganiseerde Venezolaanse criminaliteit te vrezen valt? Bijvoorbeeld op Bonaire. Zijn de Venezolanen eigenlijk ook oververtegenwoordigd in die zware criminaliteit? Hebben we dan niet ook een extra reden om ze terug te sturen? Voorzitter, is de kustwacht überhaupt in staat om die uitgestrekte koninkrijksgrenzen voldoende in de gaten te houden? Is het mandaat en het aantal militairen dat we hebben, is dat voldoende? We hebben ook de Koninklijke Marechaussee in dat gebied, zo'n 160 militairen. Dat zijn ook persoon- en grenzenbewakers. Kunnen die ook worden ingezet? Zouden die misschien bijvoorbeeld in analyse moeten worden meegenomen? Hoeveel Venezolanen, dat is eigenlijk de kernvraag, bevinden zich op dit moment naar schatting op Aruba, Curaçao en Bonaire? En ik hecht er ook aan, omdat we weten dat er enorm veel familierelaties zijn. Niet alleen bijvoorbeeld de familie Maduro. In het verleden konden we misschien nog wegkomen met de gedachte dat veel Venezolanen naar de eilanden kwamen om daar
kerst te halen, te shoppen. Ondertussen denk ik dat heel veel Venezolanen ook in de wat hogere inkomensklassen zouden kunnen overwegen om daar te blijven. Ten slotte, allerlaatste vraag, voorzitter. Ik weet dat u mij, ik zie dat. Waarom is op verzoek van Aruba en Curaçao eigenlijk contact opgenomen met de UNHCR en de IOM, International Organization of Migration, in het kader van het verder verfijnen van de crisisplannen, terwijl onze regering toch voortdurend aan blijft geven geen massale migratiestroom te verwachten? Over de asielwetgeving hebben we het nog niet gehad, maar daar komen we ongetwijfeld in tweede termijn nog over te spreken. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan is hierbij het woord aan de heer De Roon van de fractie van de PVV. Ik zal even wat strikter opletten op de 6 minuten, dus ik verzoek hem even aan te kijken. Voorzitter, dank u wel. De bewoners van Venezuela, ooit een welvarend land, hebben zwaar te lijden onder het regime van buschauffeur Maduro. Er is een nijpend tekort aan levensmiddelen en medicijnen. De economie maakt een vrije val. 82% van de bevolking leeft in armoede. De criminaliteit gaat huizen hoog. Wie protesteert wordt door ordentroepen in elkaar geslagen of doodgeschoten. En de democratie en de rechtsstaat zijn de nek omgedraaid. Voorzitter, dat zijn Zimbabweanse toestanden. Maar dit keer grenst dat aan ons koninkrijk. En dat is een zorgelijke situatie. Je zou misschien denken dat zo'n land toch binnen de kortste keren in elkaar moet storten, waar het zo ellendig is geworden. Maar het voorbeeld van Zimbabwe leert ons dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dat zo'n faalstaat nog lang kan voortvegeteren. De internationale gemeenschap en ook ons land staan machteloos en er moedeloos daarnaar te kijken. In de regeringsbrief staat dat een oplossing voor de politieke impasse van binnenuit moet komen. Maar één regel verder lezen we dat de kansen daarop klein zijn, dat daarvoor weinig ruimte is. Mijn vraag aan de bewindslieden is: waarom wordt de buitenlandse druk op Venezuela niet opgevoerd met internationale sancties? Dan, voorzitter, wil ik erop wijzen dat de directeur van de CIA vorige week ook met Amerikaanse senatoren heeft gesproken over de situatie in Venezuela. En dat hij heeft gewezen op een ander gevaar. Namelijk dat de onrust en chaos in Venezuela ertoe kan leiden dat wapens in handen komen van drugskartels en terreurgroepen zoals FARC en Hezbollah. De CIA-directeur noemde dat een reëel en serieus gevaar voor de regio. Wat is de informatiepositie van het kabinet op dit punt, zo wil ik weten. Houdt het kabinet ook rekening met een eventueel Libië-scenario waarbij de ineenstorting van de heersende macht ervoor zorgt dat wapens zich als een olievlek verspreiden over de regio en dus ook de eilanden binnen het Koninkrijk? Graag een reactie. Voorzitter, de PVV hoopt natuurlijk dat de democratische instellingen in Venezuela in ere worden hersteld. Maar ik moet zeggen, de realiteit doet het ergste vrezen. Want Maduro wil van geen wijken weten en trapt het gaspedaal liefst nog wat dieper in. Met de dag neemt daardoor de kans op ernstige gevolgen ook voor ons Koninkrijk toe. In de brief van de minister wordt nog slechts gesproken over een lichte toename van het aantal migranten uit Venezuela. Het kabinet verwacht, zo lezen we, geen massale instroom van migranten naar het Koninkrijk, zoals die inmiddels wel richting buurlanden Colombia en Brazilië op gang is gekomen. Nou is mijn vraag aan het kabinet, aan de bewindslieden, waar is die aanname eigenlijk op gebaseerd dat dat allemaal wel wat mee zal vallen? De eilanden Aruba en Curaçao die liggen op slechts 2 uur varen vanaf Venezuela. En als drugssmokkelaars die afstand gemakkelijk kunnen overbruggen, dan lijkt me dat mensensmokkelaars dat dan ook kunnen. De minister laat ons weten in zijn brief dat illegale migranten worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Tot zover de theorie. Maar mijn indruk is dat onze regering eigenlijk helemaal geen zicht heeft op het aantal illegale Venezolanen op de ABC-eilanden. Heb ik dat juist, zo vraag ik de minister. Hoeveel illegale Venezolanen zijn het afgelopen jaar daar aangetroffen en hoeveel daarvan zijn er daadwerkelijk verwijderd? En hoe wordt dat eigenlijk bewerkstelligd? En hoe gaat Venezuela om met het terugnemen van illegalen? Voorzitter, de minister meldt dat Aruba, Curaçao en Nederland voorbereidingen en preventieve maatregelen treffen voor mogelijke opvang van mensen die naar die eilanden toekomen vanuit Venezuela. Ik wil weten, waar bestaan die maatregelen dan uit?
En zeg je met die maatregelen in wezen niet gewoon... De bedden staan klaar, het tafeltje is gedekt, kom maar aanmeren met je bootje. De PVV wil dat het kabinet zich voorbereidt op een worst case scenario. Maar de voorbereiding moet vooral niet uitstralen, kom maar aanmeren met je bootje. De voorbereiding moet erop gericht zijn te voorkomen dat Venezolanen voet kunnen zetten op de bodem van het Koninkrijk. Niet opvangen, maar afweren en terugsturen van migranten moet de kern zijn. Is de minister daartoe bereid? Ik roep de regering op, maak van Aruba, Bonaire en Curaçao niet het Lampedusa van de Cariben. Een vraag van mevrouw Karabulut van de SP. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de debatten de afgelopen jaren en uiteraard de ontwikkelingen bestudeerd. En wat mij opvalt is dat iedere keer, met name ook door de PVV, een apocalyps wordt geschetst alsof de eilanden overstroomd worden met Venezolaanse vluchtelingen. Mijn vraag is, deelt u de mening dat dat tot op heden gelukkig niet is uitgekomen? En twee, wat zou de PVV doen wanneer daar bijvoorbeeld politieke vluchtelingen hulp vragen van Nederland? Zegt u dan ook, joh, stuur ze allemaal terug, hup, hek om de eilanden en klaar ermee? Voorzitter, dat er nog niet veel vluchtelingen zijn binnengekomen, dat is een bericht dat we van de regering kregen. En daar moeten we het op dit moment mee doen. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat we dan ook maar achterover kunnen leunen en zullen zeggen, het zal allemaal wel wat meevallen. Het valt in ieder geval in de richting van de andere buurlanden van Venezuela vooralsnog niet mee. Daar gaan veel meer vluchtelingen naartoe. En dan moet je toch ook rekening houden, lijkt mij, met de mogelijkheid dat uiteindelijk ook richting de ABC-eilanden meer vluchtelingen zullen komen. En daar moet de regering zich op voorbereiden, lijkt me. En de... Sorry. Ja, ik dacht dat mevrouw Karabulut alweer wilde interrumperen. Ja, er was nog een tweede vraag. En dit is de vraag, wat gaat de PVV doen met politieke vluchtelingen? Ja, de kern van de zaak is dat we vooral moeten voorkomen dat mensen vanaf het vasteland van Venezuela met bootjes richting de Antillen komen. Want zodra ze inderdaad voet op vaste bodem zetten op die ABC-eilanden en ze melden zich als politiek vluchteling, dan moet je dat allemaal gaan onderzoeken en dan kun je ze niet zomaar terugsturen. Het probleem in Venezuela moet echt in Venezuela zelf worden opgelost. En dat betekent ook dat mensen die zich politiek verzetten tegen het bewind dat daar is, dat ook daar moeten doen. Niet op onze eilanden, maar in Venezuela zelf. Daar ligt de oplossing van de ellende. En daar moeten ze zich verzetten tegen dat bewind. Ja, wat inderdaad een vreselijk bewind is. Mevrouw Karabulut, voor een korte tweede vraag en een kort tweede antwoord. Ik wijs u erop dat het debat 2 uur duurt en ik graag genoeg tijd wil hebben. Voor ja, de voorzitter, maar we hadden ieder recht op 1 interruptie, als ik het goed heb. Oké. Ja, voorzitter, kijk, de vraag was natuurlijk, ziet u ook de conclusie dat ondanks alle alarmbellen die afgingen en het uitvergroten door u, dat feitelijk, de feitelijke constatering dat daar allemaal mensen zich melden op de eilanden, dat dat niet opgaat? En twee, van achteroverleunen kan uiteraard geen sprake zijn. En natuurlijk moeten de Venezolanen zelf beschikken over hun lot en zelf de verbeteringen afdwingen. De vraag is wel, wat wil de PVV? Denkt de PVV daadwerkelijk door Venezuela en daarmee het volk af te schilderen als een schurkenstaat, dat we daarmee oplossingen dichterbij kunnen brengen? Voorzitter, het volk van Venezuela, dat kun je natuurlijk niet kwalificeren als een schurkenstaat. Maar dat bewind wat er is, dat wel. Dat is precies waar het de PVV om gaat. Dat bewind veroorzaakt dat mensen de benen willen nemen. Alleszins begrijpelijk. Alleen de regio kan dat niet opvangen. Onze eilanden kunnen in ieder geval geen grote toevloed van vluchtende of gelukzoekende Venezolanen, ik laat het maar even in het midden, opvangen. En daarom moeten we voorkomen dat ze vaste voet op de bodem van de ABC-eilanden zetten. En dat is veel beter dan ze eerst binnenhalen en dan maar zien hoe je ooit voor elkaar krijgt dat ze weer teruggaan. De heer Roon, vervolgens een betoog en heeft nog 1 minuut. Voorzitter, in de brief wijst de minister van Buitenlandse Zaken op autonome bevoegdheden van Aruba en Curaçao. En mijn vraag aan de minister is, is het beleid van Aruba en Curaçao er dan wel op gericht om te voorkomen dat er een aanzuigende werking ontstaat? Die vraag is natuurlijk cruciaal, voorzitter, ook voor ons land, want deze eilanden
kunnen een verzoek om bijstand doen bij Nederland. En we weten allemaal wat dat kan betekenen. Als ze daar een merkeltje doen en het een puinhoop wordt met de opvang van de Venezolanen, dan mag de Nederlandse belastingbetaler het gelag betalen. En de PVV wil ook als extra prikkel naar die eilanden toe dat Nederland geen cent gaat bijdragen aan de opvang van Venezolanen ten gunste van de zelfstandige landen binnen ons koninkrijk. Kan dat worden toegezegd? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Knops van de fractie van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Debat over Venezuela. Ver weg van Nederland en dichtbij het koninkrijk. En een land dat zucht onder de geesel van het zelfbenoemde echte socialisme. Met een president die anders dan het kabinet in Nederland niet demissionair is. Op 4 mei, jongstleden, was Maduro nog dansend te zien op de Venezolaanse staatstelevisie. En op hetzelfde moment dat hij stond te dansen, werden demonstranten op straat bestookt met traangasgranaten. Het was een bizar, eigenlijk ook surrealistisch tafereel. Een dansende dictator en een bevolking in verdrukking. En Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis. De voormalige minister inmiddels van Volksgezondheid bracht schokkende cijfers naar buiten. In 2016 30% meer kinderen overleden dan een jaar ervoor. En het aantal doden door malaria zou maar met liefst 76% gestegen zijn. Er is gebrek aan vrijwel alle basisbehoeften. Voedsel, medicijnen en basiszorg. En deze minister werd door Maduro de laan uitgestuurd. Het regime weigert te erkennen dat sprake is van een humanitaire crisis. Weigert een verzoek tot internationale hulp. En die is dus niet mogelijk. En de repressie neemt tegelijkertijd toe. Het regime zet het parlement compleet buiten spel. Zet politieke tegenstanders en critici zomaar achter slot en grendel. En er zouden al 42 mensen zijn doodgeschoten door de veiligheidstroepen. De situatie escaleert. En dit alles dus op een steenworp afstand van ons koninkrijk. En de vraag is natuurlijk, wat doet de internationale gemeenschap? Wat doet ook in het bijzonder Nederland? En wat doet het kabinet? De minister van Buitenlandse Zaken stuurde afgelopen vrijdag een brief naar de Kamer. En de minister, laat ik het eerlijk zeggen, betoont zich toch een behoedzaam diplomaat in die brief. Hij beschrijft de situatie, hij betreurt de besluiten van het regime, toont grote zorgen. Maar nergens spreekt de minister een veroordeling uit. De minister spreekt van oplopende spanning, een toenemende polarisatie. Maar de vraag is, wie is hoofdverantwoordelijk voor deze crisis? De minister spreekt het nergens uit, terwijl het toch overduidelijk het regime is. Waarom, zo vraagt de minister, is hij zo zorgvuldig, nou ik zou bijna zeggen voorzichtig, in het kiezen van deze bewoordingen? De minister heeft een hoge ambtelijke missie naar Venezuela gestuurd om onze groeiende zorgen te uiten. Dat is positief, dat waardeert onze fractie zeer. En het feit dat de vice-minister van Buitenlandse Zaken Nederland ontvangen heeft, is op zichzelf positief. De vraag is natuurlijk, wat gaat er mee gebeuren? Nederland wijst op het belang van respect voor de grondwet, de vrijheid van demonstratie, het belang van verkiezingen en de noodzaak tot serieuze onderhandelingen te komen met de oppositie. Allemaal zaken die vanuit deze Kamer breed ondersteund worden. En de EU riep daar in juli vorig jaar al toe op. Maar sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. En de minister schrijft in zijn brief, de opties voor de internationale gemeenschap zijn beperkt. En de vraag is of dat ook zo is. Welke opties liggen er dan nog op tafel? Of moeten we toekijken, moeten we constateringen doen en moeten we accepteren dat de situatie verslechtert? Wanneer, zo vraagt de minister, wordt de druk op het regime verder opgevoerd? Heeft de minister zelf al de telefoon gepakt naar Caracas of heeft hij dat niet gedaan? En ziet hij nog mogelijkheden om daadwerkelijk zo dicht bij ons koninkrijk het dagelijks schenden van mensenrechten tegen te gaan? En het ook te veroordelen? Met krachtige bewoordingen. Voorzitter, mijn vraag is hoe het mogelijk is dat Venezuela nog lid is van de Mensenrechtenraad. Onze fractie riep de minister vorig jaar al op om te pleiten voor schorsing. En toen zei de minister, dat ga ik niet doen. Hij heeft ook geantwoord op onze vragen dat de legitimiteit van de Mensenrechtenraad juist versterkt wordt door de mogelijkheid om landen als Saoedi-Arabië en Venezuela te engageren en te wijzen op hun verantwoordelijkheden als lid. Vindt de minister dit nog steeds, zo vraag ik hem, en wordt Venezuela gewezen op zijn verantwoordelijkheid? En klopt het dat er niet één, dan ook niet één reactie is gekomen van de Mensenrechtenraad op de situatie in Venezuela? Niet één spoedsessie, niet één resolutie en niet één onderzoek. En is de minister alsnog bereid daar wel voor te pleiten? Hoeveel erger moet het nog worden, vraag ik. En is de minister bereid de druk op te voeren en sancties te overwegen? En bijvoorbeeld sancties, persoonsgerichte sancties tegen het regime. Een wapenembargo of een onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechten schendingen. Voorzitter, de crisis in Venezuela, sprekers voor mij hebben het al gezegd, kan een uitslaande brand worden.
CIA, de heer De Roo noemde het al, heeft alarm geslagen. Dus ik ben benieuwd wat de reactie van de minister op dat punt is. De kustwacht doet de ene naar de andere drugsvangst. En dat doet vermoeden, hè, als er iets gevangen wordt, dat er nog veel meer in dat gebied getransporteerd wordt. Dus mijn vraag is er ook een toename van de drugsmokkel vanuit Venezuela? Ja, en het aantal illegale immigranten neemt toe. Daarmee ook de druk op de kustwacht. En het budget van die kustwacht blijft met moeite gelijk. De bezuiniging van vorig jaar is op basis van de motie Omtzigt CS teruggedraaid. Maar dat is een tijdelijke oplossing. En als de dollarkoers gelijk blijft, is er volgend jaar weer een probleem. Er moet een structurele oplossing komen. En sowieso is extra geld nodig. Klopt het dat de kustwacht nauwelijks nog kan investeren en kampt met verouderd materieel en dat 95% van het budget opgaat aan exploitatiekosten, zo vraagt de minister van BZK. Ten slotte, voorzitter, heeft het kabinet nog geen overtuigend antwoord gegeven op de motie Knops ten Broeke die opriep tot geruststellende maatregelen richting de Benedenweense eilanden. Onze fractie heeft gepleit voor de inzet van fregatten als stationsschip in de West. En waarom zet het kabinet nog steeds een patrouilleschip in? Dank u wel, voorzitter. Dan is het woord aan de heer Van Ooyek van de fractie van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik mag hier ook spreken namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dat betekent natuurlijk dat ik mijn gebruikelijke harde oppositionele toon een klein beetje zal moeten matigen. Maar dat heb ik er graag voor over. Zo vaak krijg ik niet de kans om namens een regeringspartij te spreken, ook al is die regering demissionair. Mijn zorg in het geval van Venezuela, laat ik dat eerst duidelijk zeggen, meneer de voorzitter, betreft niet zozeer het feit dat Venezuela grenst aan het Koninkrijk, maar dat in Venezuela 82% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Collega Knops wees er ook op. Dat er bijna dagelijks berichten in de krant staan dat mensen tijdens demonstraties worden doodgeschoten, gearresteerd en dan met honderden tegelijk in gevangenissen verdwijnen. Soms voor militaire tribunalen moeten verschijnen. Ik weet niet hoeveel mensen gewond raken. En dat het lijkt alsof de situatie in Venezuela vrijwel dagelijks escaleert. Dat is mijn grote zorg. En de relatie met het Koninkrijk is uiteraard een kwestie waar we het over moeten hebben. Dat zal ik ook doen. Maar ik hecht er toch aan om die twee zaken enigszins uit elkaar te houden. Wat kan een land als Nederland, al of niet in EU-verband, doen in Venezuela? De heer Knops wees ook al op de brief van het kabinet, waaruit eigenlijk het beeld ontstaat van een kabinet dat probeert op allerlei mogelijke niveaus in gesprek te blijven, een actieve rol binnen de EU agenderen, hoge ambtelijke missies sturen. Maar wat door al die contacten eigenlijk ook tot de conclusie moet komen dat de opties buitengewoon beperkt zijn en voor zover die er zijn, vooral van binnenuit moeten komen, als ik de analyse van het kabinet goed begrijp. Dat maakt inderdaad de vraag welke opties er dan wel zijn, ook al is dat palet heel beperkt, natuurlijk toch heel erg relevant. En ik zou de ministers willen uitnodigen om daar toch iets meer nog over te zeggen. Wat kan er wel en wat is het plan de komende tijd? Over de humanitaire situatie valt er alleen maar heel veel slechts te zeggen. Het tekort aan medicijnen, heel veel mensen onder de armoedegrens, we hebben het er net al aan gerefereerd. De helft van de bevolking krijgt geen 3 maaltijden per dag, herinner ik me uit de brief van het kabinet. Het is een heel erg treurig beeld, maar er is geen officieel hulpverzoek. De vraag die ik heb aan het kabinet, meneer de voorzitter, is hoe wij zonder het bestaan van zo'n officieel hulpverzoek misschien toch humanitair meer zouden kunnen doen. Ja, dat kan nu alleen op hele kleine schaal via lokale partnerorganisaties, zegt het kabinet ergens in de brief. Maar ik zou de minister willen uitnodigen om misschien toch andere opties ook in dit debat nog eens eventjes na te lopen. Wat kunnen we doen via de VN? Wat kunnen we misschien doen via grote internationale NGO's zoals het Rode Kruis? En wat kunnen we misschien meer doen via lokale organisaties die er kennelijk wel zijn, maar op dit moment niet in staat zijn om op grote schaal die humanitaire hulp te leveren?
Over de mensenrechten een enkele opmerking. Er is vorig jaar, zoals de brief van het kabinet ook memoreert, een peer review geweest in de Mensenrechtenraad. En als ik het goed begrijp, heeft Venezuela alle aanbevelingen die uit die peer review zijn gekomen overgenomen. Omarmd is misschien te sterk uitgedrukt, maar overgenomen. Dat is interessant. We zijn nu een half jaar verder. Die peer review was in november, als ik me goed herinner. En het zou interessant zijn om te horen van het kabinet wat er sindsdien daarmee gebeurd is. Hoe wordt dat gemonitord? Wordt dat überhaupt gemonitord? Ik mag aannemen dat dat zo is. En als dat zo is, wat zijn dan de resultaten? Een enkel woord, voorzitter, over de migratie. Er is door collega's al heel uitgebreid over gesproken. Het is heel goed dat op vragen van collega Sjoerdsma, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft verhelderd hoe dat nou precies zit met al die procedures op de verschillende op Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat was heel nuttig wat mij betreft. Maar het heeft niet helemaal, als ik eerlijk ben, mijn zorg weggenomen van wat er nu gebeurt als mensen echte politieke vluchtelingen zijn volgens de definities die wij op dat punt hanteren. Ik lees inderdaad dat mensen die aan land, dat illegale migranten die aan land komen, worden teruggestuurd. Maar hoe wordt nou precies vastgesteld of iemand een illegale migrant is of een, laat ik zeggen, voor asiel en voor bescherming kwalificerende politiek vluchteling? Zijn die procedures? Ik begrijp dat dat op Curaçao bijvoorbeeld aan UNHCR is gedelegeerd en dat Aruba dat zelf doet. Nou, Bonaire valt onder Nederland. Dat is allemaal ingewikkeld. Maar als ik lees in de brief van het kabinet van wie illegaal aanlandt wordt onmiddellijk teruggestuurd, dan denk ik, zijn er dan voldoende waarborgen dat tussen die illegaal aangelanden niet ook mensen zitten die een rechtmatig beroep kunnen doen op internationale of nationale asielprocedures. En de zorg is op dat punt ook door de uitgebreide beantwoording van de vragen van collega Sjoerds, maar bij mij niet helemaal weggenomen. Dus ik zou de minister willen vragen om die zorg, als hij dat wel kan, nu bij mij wel weg te nemen. Ten slotte, mijn laatste opmerking, meneer de voorzitter, gaat over het MOU, het Memorandum of Understanding, dat Nederland en Venezuela nog steeds hebben. En wat zeker in theorie natuurlijk een hele goede basis is om tussen Nederland en Venezuela een open en vruchtbare dialoog te hebben. Nou, open en vruchtbaar zijn ook nog weer twee verschillende dingen. Ik zou de minister willen vragen om eens in te gaan op de mogelijkheden die dat MOU in de actuele, in de feitelijke situatie van dit moment nog biedt, om de zorgen die wij hebben en die wij delen volgens mij, Kamer en regering, met de regering van Venezuela te bespreken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Ooyek. Dan is het woord aan mevrouw Karabulut van de fractie van de SP. Leuk dit, voorzitter. Voorzitter, ik kan mij nog herinneren, zo'n 20 jaar geleden, ik was een stuk jonger, hoewel ik mij nog steeds heel jong voel, ik met een hele grote groep Venezolaanse jongeren een politiek discussie had. En dat was toen heel erg heftig, want we waren het er allemaal over eens. Wij willen deze wereld veranderen. En zij wilden Venezuela natuurlijk veranderen, beter maken, mooier maken, de armoede bestrijden, oorlogen stoppen. Maar ik zag daar twee kampen en ik wist niet hoe dat zat. Je had de Chavista's, die waren campagne aan het voeren voor Chavez. En zij, die daar niet in geloofden. En ik heb de jaren daarna ook wel de situatie een beetje gevolgd. En ik weet nog wat voor indruk maakte toen was inmiddels Chavez gekozen. De coup-poging in Venezuela en alle geweld en toestanden die daarbij kwamen. En helaas moet ik constateren dat, kijkende ook naar wat hier in deze Kamer de afgelopen jaren is gediscussieerd, maar vooral ook de beelden en het nieuws dat ons bereikt vanuit Venezuela, dat naast de vreedzame protesten en legitieme protesten in Venezuela de situatie escaleert, het geweld oplaait. En wij, denk ik met z'n allen, willen voorkomen dat de situatie verder escaleert. De representatieve democratie die wordt ingeperkt,
Er wordt ook, zo constateren mensenrechtenorganisaties, excessief geweld gebruikt tegen demonstranten. Maar ook vanuit de oppositie wordt geweld niet geschuwd. En mijn vraag is misschien om daar maar mee te beginnen, omdat dat centraal stond in heel veel bijdragen tot nu toe. Als je het hebt inderdaad over de immigratie richting de eilanden. Ik heb gezien dat de discussie eigenlijk zich de afgelopen jaren hier heeft herhaald. En dat doet het vandaag ook weer. Maar toch ook, ik ben nieuwsgierig naar de feiten zoals de heer Van Ooyek die ook al vroeg. Wat is daar nu precies aan de hand? En ik heb er vertrouwen in en ik zie die exodus ook niet. Dat zeggen specialisten ook. Maar ik weet het zelf ook niet precies. Dus ik zou daar graag een reactie op willen hebben. Voorzitter, Amnesty International veroordeelt het optreden van de Venezolaanse regering. Omdat dit buitenproportioneel is en veel tegenstanders van de regering worden opgepakt, omdat zij zich uitspreken tegen die regering. Kan de minister reageren op de artikelen en rapporten van Amnesty? En hoe wordt het optreden van de Venezolaanse regering beoordeeld? Kan de minister ook ingaan op het aantal en de laatste stand van zaken van de politieke gevangenen in Venezuela? Voorzitter, aan de andere kant zijn er ook berichten en zorgwekkende berichten dat van de kant van delen van de oppositionele beweging ook sprake is van geweld, van gebruik van geweld tegen demonstranten. Want het zijn natuurlijk niet alleen maar leden van de oppositie die straat op gaan. Het is breder dan dat. Er zouden zelfs doden zijn gevallen door optreden van aanhangers van de oppositie. Ook zou er sprake zijn van plunderingen en vernielingen van overheidsgebouwen. Ik zou graag willen weten van de minister welk beeld heeft hij hiervan. Voorzitter, de toestand in Venezuela is zo omdat natuurlijk de zittende regering en president ook aan steun verliest. Dat ziet iedereen. Maar toch wil ik graag een appreciatie, ook omdat deze minister, en ik moet hem daarvoor complimenteren, gezien alle debatten hier aan voorafgaand en ook wat hij weer in zijn brief schrijft, de nodige gesprekken en initiatief heeft gevoerd. Hoe weegt hij de situatie, de politieke situatie nu op dit moment in Venezuela? Staat het parlement volledig buiten spel? En is er al zicht op de uitgestelde regionale verkiezingen en de presidentsverkiezingen, wanneer die zullen worden gehouden? Voorzitter, er is natuurlijk ook een gigantische economische crisis gaande. Anderen refereren daar ook al aan. Er is de afgelopen jaren heel veel moois bereikt in Venezuela, maar we zien nu dat door omstandigheden en ook door het beleid van de regering het niet goed gaat. Voorzitter, waar ik van schrik, en daar wil ik graag een reactie op, is dat het land geen hulp zou toelaten. En ik denk dat deze minister wellicht zijn meer onafhankelijke rol zou kunnen proberen te bezien of dat er ingangen zijn, misschien meer op een neutrale manier, via NGO's, om die hulp toch te bieden via bijvoorbeeld onafhankelijke organisaties. En voorzitter, wat ik ook meekrijg is dat er economische tegenwerking is op bepaalde niveaus. Dus dan spreek je over banken en delen van de elite van Venezuela. Daar klaagt in ieder geval de Venezolaanse regering over. Kan de minister daarop reageren? Voorzitter, het is denk ik... een interruptie van de heer Ten Broeke. Ja. Ja, voorzitter, ik vroeg mij af of mevrouw Karabulut, die zojuist constateert dat er ontzettend veel moois is bereikt in Venezuela, mij één mooi voorbeeld van wat er bereikt is in Venezuela zou kunnen noemen. Ik ben benieuwd welke originele antwoord u daarop heeft. Ik doe natuurlijk zeker op sinds Chavez aan de macht was gekomen en zeker de eerste jaren, dat er ongelooflijk veel is gedaan aan armoedebestrijding en het bestrijden van de ongelijkheid. Dat zijn gewoon feiten waar je niet omheen kunt. U weet net zo goed als ik, en dat is helaas nog steeds het geval, dat het verschil tussen rijk en arm enorm is. En dat vind ik een goede zaak in tegenstelling tot de partij van de heer Ten Broeke. Die we hier ook niet op armoedebestrijding kunnen betrappen. Nee, en daarom is hier ook iedereen rijk te noemen. Want voorzitter, het is toch werkelijk niet te geloven dat je armoedebestrijding komt aanhalen als een getuige voor het verschrikkelijke regime in Venezuela. Dat is bijna 80 miljoen mensen aan de bedelstaf heeft gebracht. Ik bedoel, als dat armoedebestrijding is,
Dan moeten we misschien toch nog eens overwegen hoe we naar uw partij kijken. Laat ik een andere vraag stellen. U zei daarna, wilde u een appreciatie over de democratie in Venezuela. U verwees daarbij naar de situatie met het Hoge Rechtshof, die gelukkig niet al te lang geduurd heeft. Maar u bent toch met mij eens dat het Hoge Rechtshof daar geprobeerd heeft, dat een aantal rechters daar van mening was om simpelweg het parlement aan de kant te schuiven, waarbij het aantal tegenstanders van Maduro toevallig in de meerderheid was. Of vindt u dat, wat voor een appreciatie had u gehad willen hebben van de Nederlandse regering? Voorzitter. Een zeventje? Of is dat ook iets in het kader van de armoedebestrijding dat op uw instemming kan rekenen? Voorzitter, De vraag mogen via de voorzitter, meneer Ten Broeke, maar ik laat de beantwoording over aan mevrouw Karaboet. Voorzitter, ik vind de situatie in Venezuela te ernstig. En ik ben te veel betrokken bij de Venezolaanse bevolking om er hier een politiek spelletje over te gaan spelen met de heer Ten Broeke. Want de heer Ten Broeke weet net zo goed als ik dat ik doel op de reeds eerder bereikte resultaten. En als de heer Ten Broeke goed had geluisterd, dan heb ik ook uitgesproken dat op dit moment de economische situatie en de humanitaire situatie schrijnend is in Venezuela. En dat we op zoek moeten naar mogelijkheden en manieren om dat te verbeteren. Ik kan de heer Ten Broeke vertellen dat dat niet zal lukken wanneer je alleen maar ronkende taal gebruikt en alles bestempelt als of Venezuela bestempelt als schurkstaat. Ik ben het wel met hem eens dat die democratie onder druk staat, dat die ingeperkt wordt. Ik heb ook de kritische rapporten van Amnesty gelezen en ik zou ook graag willen dat we die situatie verbeteren. En daar zijn we naar op zoek. Ik denk dat de minister dat ook doet. En het zou de heer Ten Broeke sieren als hij gewoon ook af en toe de feiten kan aanvaarden. Voorzitter, dat was over de hulp. Voorzitter, wat mij betreft, en daarmee kom ik tot een afronding, is het nu, denk ik, van het allergrootste belang dat we de vrede in Venezuela herstellen. Met andere woorden, dat het geweld in het land niet verder toeneemt en de gesprekken tussen oppositie en regering hervat worden. Als dat niet gebeurt, kan de situatie inderdaad in rap tempo verder verslechteren. Sommigen vrezen zelfs het uitbreken van een burgeroorlog. En voorzitter, dat moeten we volgens mij op alle mogelijke manieren, hoe beperkt we daarin ook zijn, zien te voorkomen. Voorzitter, in dat verband een laatste vraag. Er zijn in het verleden gesprekken geweest, ook met ex-ministers van Spanje. De paus is daar zelfs bij betrokken geweest. De paus heeft opnieuw oproepen gedaan om die gesprekken te hervatten. President Maduro heeft onlangs ook aangegeven die gesprekken voort te willen zetten. En mijn vraag is, welke mogelijkheden ziet de minister hier? Is er aan beide kanten een bereidheid om te komen tot een gezamenlijkheid? En hoe zouden we vanuit Nederland en de Europese Unie dit proces vooruit kunnen helpen? Dank u wel. Dank u wel. Dan is tot slot in de eerste termijn van de Kamer het woord aan de heer Schoetsma van de fractie van D66. Voorzitter, Alguno Chene Paan. Heeft iemand brood? Een tweet van drie woorden waaruit wanhoop spreekt. Het was een tweet van een Venezolaanse journalist die tussen alle informatieve tweets die hij stuurde ook een persoonlijke oproep had omdat hij de brood niet meer kon vinden voor zijn familie. Het illustreert de enorme crisis waarin Venezuela, ons grootste buurland, zich nu bevindt. Mensen hebben honger. De gemiddelde Venezolaan de afgelopen maanden 8 kilo aan lichaamsgewicht verloren. Moeders, baby's sterven door gebrek aan medische hulp. De corruptie en criminaliteit bloeien en de democratie is lamgelegd. En dat is het voorlopige dieptepunt van het beleid van de socialistische volksmender Maduro. Er kan maar één woord zijn voor dit regime. En dat is al gezegd. Het is op dit moment helaas een schurkenstaat. Dat kan niemand ontkennen. Maduro doet ook alles om aan de macht te blijven. Ook al betekent het dat hij zijn eigen land in de afgrond stort. Zijn eigen volk in de vernieling helpt. Het Hoge Rechtshof heeft onrechtmatig de wetgevende macht naar zich toegetrokken. De leider van de oppositie is uitgesloten van de politiek voor 15 jaar. Maduro stapte uit de Organisatie voor Amerikaanse Staten zodra er enige kritiek kwam. En nog geen week geleden heeft Maduro besloten een alternatieve volksvergadering te willen oprichten, gevuld met zijn vrienden. En dan nog niet eens gesproken over de huidige protesten die met grof geweld worden neergeslagen. Ik leef dan ook zeer mee met de Venezolanen en ook de Venezolanen hier in Nederland die dagelijks worden geconfronteerd met deze steeds verslechterende situatie en met hun familie en vrienden die zich daar nog bevinden. Voorzitter, wij zullen
alles moeten doen wat we kunnen doen om de situatie in Venezuela te verbeteren. Niet alleen omdat de situatie in Venezuela gevolgen heeft voor ons koninkrijk, want dat heeft het. Niet alleen omdat de situatie in Venezuela gevolgen heeft voor de Europese Unie. Ik noem maar het feit dat in Spanje er al meer asielzoekers uit Venezuela komen dan uit Syrië. Maar vooral ook omdat de Venezolaanse bevolking beter verdient. Wij zouden zo'n situatie in België nooit accepteren. Waarom accepteren wij dat wel in Venezuela? Wat Maduro moet doen, dat is duidelijk. En dat is ook duidelijk geformuleerd in een aantal brieven die wij hebben gekregen. Er moeten verkiezingen komen, vrije verkiezingen. De politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en humanitaire hulp moet worden doorgelaten. En voorzitter, ik verwacht hier dus toch nog meer van onze regering. Want sinds 2015 hebben wij hier meermalen over deze onderwerpen gesproken. En aan het begin van deze discussies moesten we vooral niet alarmistisch zijn. Was het niet zo explosief? Ontbrak de urgentie? En ik moet zeggen, ik hoop dat het kabinet aan de overkant inmiddels wel inziet dat de situatie explosief is. Niet alleen voor wat betreft ons, maar ook voor wat betreft Venezuela. De minister schrijft, en ik begrijp dat gedeeltelijk, dat de opties voor de internationale gemeenschap beperkt zijn. Maar ik zou ook zeggen, onze positie is relatief uniek. Voor de verandering, zou ik willen zeggen, voor dit kleine land. Ik heb daarom de volgende vraag. Welke reactie kwam er vanuit de Venezolaanse regering op die punten die onze hoogambtelijke delegatie heeft opgebracht? Heeft de minister ook zelf geprobeerd contact te hebben met zijn tegenvoeter in Caracas? Over humanitaire hulp. Klopt het dat Venezuela daadwerkelijk humanitaire hulp niet toelaat? En ik vraag dat omdat Maduro wel in verschillende mogelijkheden bij de VN, maar bijvoorbeeld ook bij ECHO, de Europese noodhulporganisatie, heeft gevraagd om hulp, maar het vervolgens, als het wordt aangeboden, weigert. En als dat het geval is, vraag ik de minister, is de regering van Maduro in die zin dan ook verantwoordelijk voor het belemmeren van humanitaire hulp tijdens een niet-internationaal conflict en daarmee misschien ook strafbaar als internationaal misdrijf, conform een wetsvoorstel, een recent wetsvoorstel moet ik ook zeggen, van minister Blok van Veiligheid en Justitie? Ik wil de minister ook vragen, klopt het dat de Verenigde Staten persoonsgerichte sancties heeft tegen de één na hoogste politiek leider van Venezuela vanwege zijn banden met de drugsmafia? En als dat zo is, en als ook de aantijgingen die verschillende Amerikaanse senatoren hebben geuit tegen mensen, hooggeplaatste officieren, ambtenaren binnen Venezuela, dat zij ook betrokken zullen zijn bij de georganiseerde drugshandel. In hoeverre is het dan nog logisch dat Nederland zo intensief samenwerkt met dit regime aan de bestrijding van de drugshandel, terwijl Venezuela en het regime van Venezuela misschien zelf een van de grootste profiteurs is van diezelfde handel. Voorzitter, Maduro heeft ervoor gezorgd dat geen van de instituties op het parlement na, wellicht als enige uitzondering, maar dat alle instituties, zou ik moeten zeggen, stevig in de handen van Maduro zelf zijn. En zijn macht en de mogelijkheid van hem om te doen wat hij op dit moment doet, hangt eigenlijk op de bereidheid, laat ik het maar zo zeggen, de bereidwilligheid van het Venezolaanse leger om hem te steunen. En dat roept bij mij de vraag op, als ik kijk naar de lager geplaatste soldaten in dat leger, die hebben volgens mij hun buik wel vol van wat de generaals doen. Dus is het niet mogelijk om die steun van dat leger af te pellen van Maduro, door ook bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten, te kijken naar persoonsgerichte sancties tegen die officieren die zich ofwel bezighouden met de drugshandel, of wel op een manier die absoluut tegen te spreken is, zich bezighouden met het neerslaan van democratische demonstraties. Voorzitter, dan tenslotte ons eigen koninkrijk. Ik vraag met collega Knops welke geruststellende maatregelen dit kabinet heeft genomen naar aanleiding van de motie Knops ten Broeke. Ik vraag ook, omdat alleen al dit jaar meer dan 100 Venezolanen hebben geprobeerd ons koninkrijk te bereiken, en ik moet eerlijk zeggen, ik kan ze dat ook niet helemaal kwalijk nemen gezien de situatie die op dit moment in Venezuela plaatsvindt. Hoe gaat Nederland hier nou mee om? Ik sluit me aan bij de vraag van collega van Ooyek. Hoe groot is nu daadwerkelijk dit probleem? Hoe zeker weet dit kabinet dat de instroom niet massaal gaat zijn? Maar hoe zeker weet ook het kabinet dat deze eilanden in staat zullen zijn om daadwerkelijk te bepalen of dit, nou ja, irreguliere migranten zijn, dan wel politieke vluchtelingen? En dat is wel belangrijk dat we dat zorgvuldig blijven doen. Ik snap heel goed dat de absorptiecapaciteit van die eilanden beperkt is. Alle begrip daarvoor, maar dat onderscheid zullen we nog steeds moeten maken. Voorzitter, en in dat kader wil ik ook nog een laatste vraag stellen. Is het de minister bereid tot een herziening dan wel een opstelling van het ambtsbericht Venezuela? Ik kon dat namelijk nergens vinden. Dank u wel. Dank u wel. Dan zie je mij een eind aan de eerste termijn van de Kamer. De regering heeft aangegeven dat ze onmiddellijk kan antwoorden.
Ik neem aan dat de eerste antwoorden zullen komen van de minister van Buitenlandse Zaken. En omdat het niet 100% duidelijk is, verzoek ik hem ook even aan te geven welke verdeling van onderwerpen gemaakt wordt, zodat collega's aan het eind weten van uw betoog of er onderwerpen zijn die zij denken dat u had moeten beantwoorden. Ja, je moet daar gaan staan. Ik heb namelijk minder spullen die ik er neer kan leggen, dus ik moet eventjes... Ja, ordent u uw spullen. Ja, het is helemaal nieuw. En om heel eerlijk te zijn, is het ook niet op de juiste hoogte. Dat denk ik ook niet, maar we gaan het proberen. Het is meer voor de heer Plasterk. Ja. Dank u wel. Ja, het is wel handig. Het is wel lastig met lezen. Dat is gewoon even... Meneer de voorzitter, u ziet dat het soms ook een handicap kan zijn als je vrij lang bent. Dat is het geval voor mij vanavond. Mag ik ten eerste de leden van de Kamer danken voor de inbreng in eerste termijn. Ik denk dat het goed is dat we vanavond over Venezuela spreken. De laatste keer dat we hierover spraken was afgelopen oktober. Toen hebben we eigenlijk een update gegeven van de situatie ter plekke. Ik zal dat vandaag opnieuw doen, ontwikkelingen in Venezuela beschrijven. Een aantal elementen die te maken hebben met uw vragen over mensenrechten, over de geopolitieke situatie, onze mogelijkheden om ook via dialoog, maar ook via druk, de situatie daar te veranderen. En de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden zal zich vooral richten op de autonome bevoegdheden van de landen en de effecten van de crisis in Venezuela op het Koninkrijk. Dus ik zou graag willen beginnen met de beschrijving van de situatie. En ik denk dat een ieder die u die beschreven heeft dat de situatie verslechterd gelijk heeft. Zeker vergeleken bij de laatste keer dat in de Tweede Kamer hierover gesproken is. Daar leek toen nog enige ruimte voor dialoog tussen regering en oppositie. En je ziet dat de afgelopen maanden de situatie verder verscherpt is. Ik denk dat een aantal van de illustraties die u gegeven heeft duidelijk zijn. Ten eerste komt de regering de gemaakte afspraken niet na, zoals het herstel van de machtspositie van het parlement en het vrijlaten van politieke gevangenen. Dat is ook een onderdeel van de discussies die er waren met het Vaticaan en met de drie premiers. Dat geldt zeker ook, dat was ook een van uw vragen, als het gaat om het vaststellen van het tijdpad van de verkiezingen. Dat wordt verder en verder uitgesteld. Er is ook geen datum op dit moment. En het gaat ook helaas, ik kom daar zo nog even terug, over het toelaten van de humanitaire hulp. De regering van Venezuela arresteert gaandeweg steeds meer oppositieleden die serieus alternatief konden vormen of legt het verbod op het bekleden van publieke functies. Het parlement is door de regering vrijwel lamgelegd in het uitvoeren van haar taken. Terwijl, moet gezegd worden, de oppositie sinds de verkiezingen van december 2015 de meerderheid heeft. We zien tegelijkertijd de politisering en oplopende politieke spanningen sinds begin april in een stroomversnelling zijn geraakt. Na de uitspraak van het Hoge Rechtshof dat geheel bestaat uit regeringsgetrouwe leden. Bevoegdheden van het parlement door de uitspraak bijna volledig waren toegeëigend. Het Hoge Rechtshof kwam snel terug op dat deel van haar besluit, maar daarmee kwam geen einde aan de massale protesten die nu al meer dan een maand aanhouden. De oppositie probeert hiermee verkiezingen af te dwingen, evenals de vrijlating van politieke gevangenen en herstel van de bevoegdheden van het parlement. De oppositie heeft lang geprobeerd via democratische wegen een uitweg te vinden. Overigens is die oppositie zelf ook zeer verdeeld, zoals u weet. Dat lijkt nu iets minder te worden, gezien ook de druk vanuit het regime. Maar niettemin is er ook nog sprake van verdeeldheid daar. Initiatieven zoals het teruggeroep referendum en een politiek proces tegen president Maduro zijn zodanig tegengewerkt dat de oppositie nu vastberaden is om via protesten verandering af te dwingen. En zij begrijpt dat er evenmin kans is om via het Hoge Rechtshof of de Nationale Kiesraad haar recht te halen. Ik heb geen enkel probleem, zeg ik, in de richting van de heer Knops. Dat heb ik ook publiekelijk gedaan, dat heb ik via de Europese Unie gedaan. Ook via onze ambtelijke delegatie die daar geweest is om dat te veroordelen. Daar is geen enkele mits of mare wat mij betreft bij.
De internationale gemeenschap heeft de afgelopen maanden regering en oppositie opgeroepen in dialoog te gaan. Ja, als je er echt goed naar kijkt, is die dialoog totaal van haar inhoud ontdaan, omdat de regering stelselmatig haar belofte niet nakomt. Je kunt alleen onderhandelen als die serieus zijn, die onderhandelingen. En de omstandigheden lijken daar nu in ieder geval niet voor aanwezig. Die regering gaat de confrontatie niet uit de weg. Er wordt hardhandig opgetreden tegen demonstranten. Begin mei is door president Maduro een grondwetgevende vergadering afgekondigd. Ik vind dat een groot risico. We gaan in feite dan van een representatieve democratie, ik geloof dat mevrouw Karabulut dat ook noemde, naar een soort een democratie langs sectorale lijnen, vakbonden, boerenorganisaties, waarmee het democratisch principe in ieder geval van one man, one vote wordt verlaten. Daarnaast moet überhaupt een grondwetgevende vergadering, zoals u weet, per referendum worden bekrachtigd. En dat is helemaal niet aan de orde. Dat is misschien de eerste opmerking die ik zou willen maken over de situatie. Die is verscherpt. Er is meer geweld. Er worden meer mensen in het gevangen gezet. Er lijkt geen ruimte voor dialoog. Verslechtering van de economische situatie heeft dat ook gemeld. Ik geloof, als je kijkt naar de periode over 2017, dat we in de richting gaan van 1000% inflatie. Dat betekent dus een dramatische situatie, vooral voor de bevolking, in het bijzonder de armste bevolking van Venezuela. En je ziet daar natuurlijk allerlei consequenties van op het terrein van humanitaire overlevingskansen, medicijnen, ziekenhuizen, et cetera. Dat betekent dus dat, en daarnaast speelt natuurlijk ook nog voor Venezuela de lage olieprijs, relatief blijvend lage olieprijs. En het feit dat men op allerlei manieren via Petrocaribe, maar ook via allerlei andere leveranties in feite in het krijt is komen te staan bij andere landen zoals China en ik zou er nog een paar andere kunnen noemen. Ik kan dus niet anders zeggen om te beginnen dat de situatie verscherpt is. En tegelijkertijd zou ik een aantal opmerkingen willen maken over de consequenties die dat heeft voor Nederland en ook ten aanzien van het gevoel van urgentie. Ik neem daar enige afstand van een aantal opmerkingen die door een aantal uren zijn gemaakt als het gaat juist om het activisme van Nederland, omdat wij niet alleen deze situatie veroordelen, maar uiteraard proberen met alle menskracht die we hebben om daar ook actief te proberen een oplossing te helpen katalyseren. Dat kan natuurlijk niet eenvoudig vanuit Nederland. Dat betekent dus dat, zoals we dat ook wel eens ten aanzien van andere landen doen, een combinatie van druk en dialoog van belang is. Ik zal op beide elementen een aantal voorbeelden noemen. Als het gaat om druk, want dat is in de kern toch wat er moet gebeuren, dat een combinatie van interne ontwikkelingen en ook externe druk kunnen leiden tot een, laat ik zeggen, niet verder gewelddadige of militaire oplossing voor het probleem. Er is alleen maar een politieke oplossing, er is geen militaire oplossing voor het probleem in Venezuela. En dat betekent dus dat bij een verslechtering van de scenario's die wij ook hebben gemaakt, heb ik u ook eerder gezegd, wij maken scenario's en je ziet dat in feite het scenario wat wijst op een verdere verslechtering van de politieke en economische situatie, dat dat in feite nu doorgaat. Hoe dat precies zal eindigen, daar kun je ook weer verschillende scenario's op zetten. Ik geloof niet direct in het Libië-perspectief. Ik denk dat dat een niet goede vergelijking zou zijn, maar niettemin is een verdere verscherping van de situatie natuurlijk niet uitgesloten. De enige mogelijkheden die je dan hebt, is zoveel mogelijk ten eerste op het terrein van druk praten, druk uitoefenen, kijken wat de scenario's zou kunnen zijn, of er nog een kans is op onderhandelingen of niet, met de landen in de regio zelf. Vandaar dat de activiteiten van Nederland gericht zijn op een groot aantal zaken, niet alleen door mijn eigen gesprekken met de ministers van Buitenlandse Zaken van landen als Argentinië en ook Colombia. Uiteraard ook contacten met landen die misschien nauwere banden hebben met Venezuela. Ik denk bijvoorbeeld aan Cuba. En daar zijn, zoals u weet, onze betrekkingen actief mee. En ook daar spreken we actief over de situatie in Venezuela. Overigens is daar, Venezuela geeft dus wel humanitaire hulp en die wordt ook geaccepteerd via de hele medische sector en de artsen die daar al een tijd werken. In uiteraard ook voor olieleveranties. Het tweede is de OAS. De OAS, de organisatie van de Amerikaanse staten. Ook daar ben ik zeer actief mee in overleg, overigens uiteraard ook onze diplomaten. En zoals u weet is daar nu ook, en dan zie je dus langzaam maar zeker dat het net zich wel een beetje sluit om Venezuela heen. En ik weet dat met vergaderen je geen oplossing creëert, maar het is wel van belang dat die OAS nu bij elkaar komt.
op zeer korte termijn eigenlijk maar één land tegengestemd heeft. Dat is Nicaragua. Verder alle landen die kritisch waren, ook ten aanzien van de rol van de OAS, nu op zeer korte termijn bij elkaar komen om te zien wat moeten we met deze situatie aan. Omdat die natuurlijk, in die zin heeft u gelijk, urgent. Zo u wilt explosief, je kunt er allerlei woorden van voor gebruiken. Maar ik denk dat de kwalificaties minder belangrijk zijn dan hoe kom je hier uit. Het derde is de VN-veiligheidsraad. Vandaag komt die bijeen over de situatie in Venezuela. Ik vind dat belangrijk. Dat is natuurlijk het hoogste orgaan als het gaat om vrede en veiligheid. En ook daar zie je dus dat de urgentie toeneemt op dat terrein. Tot nu toe is dat meer iets van de buurlanden. Misschien een aantal landen die olierelaties hebben met Venezuela. En een land als Nederland, dat natuurlijk in Europa samen met Spanje het meest acteert op de problematiek van Venezuela. Dan is er de Europese Unie. Ik heb uitgebreid overleg gehad met Spanje. Uiteraard is Spanje het land wat ook het nauwst daarbij betrokken is. U noemde een aantal gegevens met betrekking tot asielzoekers. Maar uiteraard zijn er ook veel mensen van Venezolaanse achtergronden die in Spanje wonen. En daarom hebben we ook samen met de Spanjaarden afgelopen maandag gezegd in de Raad Buitenlandse Zaken dat die veel meer urgentie vanuit Europa moet hebben. En vandaar ook dat, zowel als het gaat om de humanitaire problematiek, ik kom daar zo nog even op terug, maar ook over de politieke druk, de samenwerking ook met de Verenigde Staten, dat daar veel meer moet gebeuren dan nu het geval is. En op instigatie van ons is dat ook in raadsconclusies die ik u zal sturen afgelopen maandag aan de orde gesteld. Dus je ziet langzaam maar zeker dat zowel op het terrein van de VN als het terrein van de Europese Unie, de OAS, een aantal lidstaten een aantal landen dat om Venezuela heen ligt en die ook hele directe consequenties hebben van de situatie daar. Dat daar zo actief mogelijk niet alleen gesproken moet worden, maar ook op zinnige druk moet worden geweest. Je ziet dat ook in de relatie met de Verenigde Staten. Die ambtelijke missie die we gestuurd hebben is ook gegaan naar de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een land wat ook zeer betrokken is, tegelijkertijd een zeer gevoelige relatie heeft met Venezuela. U wees daarop naar aanleiding van een specifiek sanctiegeval. Tegelijkertijd ook grote olieimporteur is van Venezuela. In die zin ook absoluut niet geneigd is om twee redenen eigenlijk. Deels die importen, maar vooral ook dat men eigenlijk bang is voor een verder verval van Venezuela. Dus een, laten we zeggen, negatief verelendingsscenario. Dus het idee van algemene sancties ook niet wordt geaccepteerd en eigenlijk ook niet een goede zaak wordt gezien eigenlijk door zowel de regio als de grote broer aan het noorden van het continent. Daar hebben we nog lang geen oplossing mee. Dat zeg ik u er wel bij. Het urgentie is daar, die is er zeker bij de Nederlandse regering. Dus nogmaals, ik zeg als er nou één land hier actief op is, in al deze organen en ook bilateraal als het gaat om, misschien mag ik die zin nog even afmaken in de relatie met Venezuela. Het is niet alleen dat je een hoog ambtelijke missie stelt om de zaak goed of netjes te houden. Natuurlijk heb ik contact met mijn collega van Buitenlandse Zaken daar. En dat gaat heel erg moeizaam. Niet zozeer in het feit dat wij geen betrekkingen hebben. En natuurlijk veroordelen wij tijdens die gesprekken ook al die zaken die hier terecht aan de orde komen. Als het dan gaat om de mensenrechten schending, de mensen die in de gevangenis zitten, de mensen die niet weten wat hun toekomst is, de persvrijheid, de humanitaire hulp. Maar het is tegelijkertijd zelf ook zo dat een verder proces van zelfisolatie door geen enkel land als iets positiefs wordt gezien. Dit is een groot land met een grote bevolking. En dat betekent dus dat ik ook geen makkelijke oplossing ervoor heb, dat ga ik hier vandaag ook niet zeggen, maar wel op alle fronten zeer actief ben, zowel met Venezuela, en dat is een kritische relatie, maar het zijn wel onze buren. Dus als het gaat bijvoorbeeld om een aantal mensen die door Curaçao worden gevraagd om uitgeleverd te worden, dan moet ik spreken met Venezuela. Als het gaat over de kustwacht, komen we straks nog even terug, is het van belang om in ieder geval samen daarmee te werken. Maar dat is uiteraard vanuit de basis dat dit een zeer negatief scenario is dat zich op het ogenblik ontvouwt. Dat is iets ook wat we wel eerder voorzien hebben. Het is niet zo dat de Nederlandse regering daar op één moment ook maar naïef over geweest is. Het gaat er wel om dat je op elk moment moet proberen de juiste maatregelen te treffen. Die kunnen proberen om dit negatieve scenario verder te verminderen en ook te kijken wat dan een oplossing zou kunnen zijn. Een interruptie van de heer Knops. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de minister voor de nog wat uitvoerige reactie als het gaat om de aanpak van de problemen in Venezuela en de rol die Nederland erin kan spelen. Ik denk dat de minister treffend zei toen hij het had over het net moet gesloten worden en er is iemand,
zeg ik dan, die aan het koord moet trekken, zodat dat net gesloten wordt. En daar ligt wel een belangrijke rol voor Nederland, is mijn inschatting. En volgens mij heeft de minister nu ook aangegeven dat hij een aantal stappen op dat punt zet. Twee specifieke vragen. Eerst over de VN-veiligheidsraad. Ik zag daar niets over in uw brief, dus dat is iets nieuws wat mij deugd doet, moet ik zeggen. Maar hoe ziet de minister dat ook in relatie tot het komend jaar waarin Nederland daar een zetel in inneemt? Is dit de opmaat naar meer? En het tweede, is de minister ook bereid om sancties in persoonlijke zin te overwegen tegen het regime? Niet uiteraard alleen vanuit Nederland, maar met gelijkgezinde landen om dat ongelijke speelveld, de heer Sjoerdsma had het er net ook over, waarbij die bevolking totaal geen positie meer heeft ten opzichte van een dictator die aan de touwtjes trekt, om dat in evenwicht te brengen. Ja, sorry. Ten aanzien van de eerste vraag, het feit dat het niet in de brief staat, is ook om in ieder geval op het moment dat de brief geschreven werd, dat nog niet duidelijk was dat het in de VN-veiligheidsraad aan de orde zou komen. Dat is vandaag. Ik zal u daarover inlichten. Ik weet niet precies hoe laat het begint en wat precies de consequenties daarvan zullen zijn en wat wij er ook precies van weten. Het is een besloten vergadering van de VN-veiligheidsraad. We zullen in ieder geval proberen uiteraard via Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar in dit geval natuurlijk ook ten aanzien van onze partner Italië, daar wat meer informatie over te krijgen. En uiteraard hebben we zelf ook met hun gesproken, omdat voor ons dit een urgente situatie is. Met betrekking tot de tweede vraag, ik vind dat op zich niks uitgesloten moet worden. Ik ben zelf altijd een beetje huiverig door te zeggen, automatisch een sanctiewapen helpt. Ik heb u net geschrokken dat als het net geschetst dat als het gaat om de bevolking als geheel, dat waarschijnlijk negatief werkt. Zeker in deze humanitaire situatie en misschien ook juist politiek contraproductief zou kunnen werken. We zitten natuurlijk ook in een bepaalde geopolitieke context die denk ik de situatie niet zou verbeteren. Ik weet wel dat er in de Europese Unie geen enkele steun voor is, omdat we natuurlijk daar ook over gesproken hebben. Maar ik sluit daarbij niks uit als dat nodig zou zijn om de situatie te versterken of te verbeteren. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank minister voor zijn uitgebreide toelichting met een aantal nieuwe elementen, inclusief dat element dat ook mij niet bekend was van de Veiligheidsraad. Eigenlijk is het betoog van de minister zoals vaak, wat is de leverage, wat is de koevoet die we kunnen gebruiken, hebben we invloed? Nou, Nederland heeft ietsje meer invloed omdat het een groot buurland is, ook nog om een paar andere redenen. Olie, raffinaderij. Tegelijkertijd zie je dat Venezuela zich totaal aan het isoleren is. Heeft aangekondigd om uit de OAS te stappen. Nou, gaat er geloof ik 2 jaar overheen voor je de facto uit bent. Maar mevrouw Rodriguez, die daar uw tegenvoeter is, die sprak over de OAS als een dreiging van de eigen soevereiniteit. Nou, in die termen sprak Venezuela zich tot nu toe uitsluitend en alleen uit richting de Verenigde Staten. Dus de isolatie neemt enorm toe. En tegelijkertijd hier de wanhoop over welke invloed je dan nog kunt uitoefenen. Ja. Dat lijkt mij tegengestelde bewegingen. En mijn vraag aan de minister is dan ook natuurlijk of hij dat ook zo ziet. En wat dan nog de mogelijkheden zijn. En de tweede vraag die direct achteraan komt is, wat betekent dat voor Nederland? En met name voor Nederlandse staatsburgers die dan mogelijk in de problemen zouden kunnen komen. Want ik vind de situatie een hoog crisisgehalte hebben. En daar kunnen ook bedreigingen van uitgaan voor mensen met een Nederlands paspoort die in Venezuela wonen of werkzaam zijn. Ja, dank u voor beide vragen. Ik denk dat u de situatie zeer terecht schetst zoals die feitelijk ook is. Verdere zelfisolatie, verinnerlijking van het beleid van Maduro als zijnde iets waar de rest van de wereld zich keert tegen Venezuela is natuurlijk zeer risicovol in een situatie waarin ook geweld tegen burgers wordt gebruikt. Het is ook weer niet zo dat er natuurlijk geen enkel land meer enige invloed heeft op Venezuela. Venezuela is deel van de internationale gemeenschap. Ze hebben grote economische banden, ook met landen als China, met Rusland, met Cuba. En dat betekent dus ook dat als je praat over het net sluiten, ik niet zozeer bedoel het net sluiten voor een regime, daar ga ik niet over. Het gaat er wel om te zorgen dat er een vreedzame oplossing komt voor een zeer diepgaande crisis, economisch en politiek, in de Venezolaanse samenleving. Ik denk eerlijk gezegd dat er geen alternatief is, en dat betreur ik op zich, voor deze strategie. Ik ga u ook geen resultaatsverplichting of hier op me nemen, daar zijn we ook eenvoudigweg te klein voor. Ik kan me alleen maar voorstellen dat de maximale invloed moet worden gebruikt langs 3 lijnen. Ten eerste om toch te kijken of er een kans nog is op dialoog. Dan kunt u zeggen, ja, dat is naïef. Toch kun je je voorstellen dat in bepaalde scenario's waarin
ook de oppositie zich meer verenigt. En er een mogelijkheid is dat een aantal derde landen zich daar actief voor inzet. Dat dat in die end toch is de richting waar we naar moeten streven, omdat er eigenlijk geen andere oplossing is. Of het is een verdere verelending van de situatie, en daar moeten we ons uiteraard verder op voorbereiden. Ook in de richting van de hulp aan de Venezolanen en de consequenties voor onze eigen koninkrijk. Ik kom daar zo nog even op terug. Dus dat is de eerste lijn. De tweede is dat die druk wel echt, denk ik, langzaam maar zeker wel niet zozeer gaat werken in zijn consequenties. Maar ik zie nu wel landen, ik zei u net iets over de OAS, de situatie met Mercosur. Het feit dat het in de VN-veiligheidsraad aan de orde is, betekent toch dat langzaam maar zeker die druk aanmerkelijk toeneemt. En dat ook iedereen probeert daar te kijken wat een productieve oplossing zou kunnen zijn. Je ziet ook landen als Argentinië, als Colombia daar zeer actief mee bezig zijn. Maar ook die hebben hun eigen relatie met Venezuela. Die is vrij ingewikkeld, zoals u weet, op Latijns-Amerika. Het derde is toch, vind ik, de kanalen openhouden, overigens zeer kritisch, om de reden die ik u net noemde. In die zin is het een buurland. We zitten op 20 kilometer van Venezuela. Straks wordt er nog ingegaan op de kustwacht en dat soort zaken meer. Maar we hebben natuurlijk ook direct belang om een aantal van die kanalen open te houden. Wat betreft de evacuatie, ik denk dat het feitelijke antwoord moet zijn dat er op dit moment geen aanleiding is om Nederlanders uit Venezuela te evacueren. Maar, ik zeg er direct bij, uiteraard bereiden we ons wel voor op een mogelijke evacuatie. In december 2016, ik zeg dat nog maar omdat misschien toch soms de indruk in de Kamer staat dat wij ons niet voorbereiden op eventualiteiten. Dat doen we natuurlijk wel. En dat is ook in dit geval aan de orde. We hebben ook nog niet zo lang geleden een gezamenlijke missie gestuurd van Buitenlandse Zaken en Defensie. Daar is opnieuw ook heel nauwkeurig gekeken naar evacuatieplannen, paspoorten, waar zijn mensen. Er zijn ook afspraken met andere landen gemaakt daarover. Wat zouden de verschillende mogelijkheden zijn om dat te doen? En ik heb ook inderdaad een paar keer het reisadvies aangepast. Een reisadvies, dat pas je natuurlijk aan op het moment dat het noodzaak is. Gaan mensen die op vakantie gaan of een reis maken voor een bedrijf. We hebben natuurlijk veel grote bedrijven die daar ook nog zitten. En dat betekent dus niet dat de Nederlandse regering niet voorziet dat er een ernstige scenario zou kunnen zijn. Maar wij geven een reisadvies voor mensen die nu in een vliegtuig willen stappen. En dat zullen we, mocht de situatie zich verergeren, zal dat natuurlijk dat reisadvies ook aangescherpt kunnen worden. Zeg ik hier direct bij, zoals u weet, is het nu ook oranje. Tenminste, dat is het kernwoord voor degenen die dit goed volgen. Dan is er ook uiteraard, zou je kunnen zeggen, niet zozeer een acute crisis, maar een chronische crisis. We spreken hier natuurlijk niet voor niks al 2 jaar over. Okay, nog 1 interruptie van de heer Schuetsma op dit punt. Een follow-up voor de heer Ten Broeke. Ik ga vanaf nu korter zijn. En dat is zowel richting u als richting de minister. Want ik heb een hele hoop zeer feitelijke vragen gezien. En ik hoop dat de minister zo wat toekomt aan de beantwoordingen van de drukke gelegenheid te hebben. Heel kort een vraag. Nou ja, dit was het tweede deel van mijn interruptie. Laat ik het heel kort aan zeggen dat ik blij ben te horen dat de Nederlandse regering zich op alle eventualiteiten voorbereidt. Het zou inderdaad onvergeeflijk zijn dat een land dat in deze situatie, in deze diepe crisis verkeert, dat we niet voorbereid zijn op wat dat voor landgenoten kan betekenen die daar werken en wonen. Tegelijkertijd dan even terugkomend op het punt welke invloed kunnen we nog uitoefenen op Venezuela. Het is overduidelijk dat land zich weinig meer gelegen laat liggen van landen in de omgeving zelfs. Dat is negatief. Dan blijven over een beetje de bad boys van de wereld. Syrië, China, Iran, Rusland en voor zover Syrië nog bestaat. Allemaal landen waar ongetwijfeld de SP het armoedebeleid van bewondert, maar landen die wij ook niet kunnen aanspreken om veel te doen. Dus dat geeft een heel wanhopig beeld. En mijn vraag aan de minister is dan ook, u bent er nog niet zo heel lang geleden zelf geweest. Geeft in de bilaterale sfeer dan nog enige ruimte om in ieder geval wat zekerheden voor ons deel van het Koninkrijk, wat daar op zo'n kleine afstand van Venezuela ligt, om die te kunnen krijgen. 2 opmerkingen daarover. Ik denk dat het palet van landen die betrekkingen hebben met Venezuela iets geschakeerder is dan u zegt. Het zijn natuurlijk landen die even los van de aard van hun politieke systeem ook relaties hebben met Venezuela vanwege de olie.
of vanwege hun relaties in termen van handel en investeringen. Daar zitten risico's aan. Ik geloof dat de heer De Roon daar terecht eerder op gewezen heeft. Maar het neemt niet weg dat daar langzaam maar zeker ook veranderingen plaatsvinden. Ik heb net even over de OAS gehad. Je zag eerder dat er een grote verdeeldheid was in het Caribisch gebied op dit punt. Ik denk dat dat iets te maken had met de opmerkingen die ik daarvoor maakte over de kwetsbaarheid daarvan. Maar het neemt niet weg dat ook daar de landen het belang inzien van een duidelijke strategie ten opzichte van Venezuela. Ik weet niet precies wat de nieuwe regering in Ecuador gaat doen. Daar is ook natuurlijk, die hebben op zich goede banden met Venezuela. Daar zijn natuurlijk ook bewegingen gaande. Het is moeilijker met Brazilië. Overigens, daar zitten natuurlijk ook een aantal elementen in van mensen die daar over de grens en inkopen gaan doen. Dat heb je ook in Colombia. Uiteraard hebben we dat met die beide ministers ook gesproken. En je ziet bijvoorbeeld een land als Argentinië, wat een moeizamer relatie heeft met Venezuela. Maar daar, dan komen we dan zo nog even op als we praten over de hele zaak van vluchtelingen. Daar heb je ook gewoon, daar kun je gewoon heen als Venezolaan. Dus dat is verder ook, weet je, daar komen een heleboel mensen die daar ter plekke zijn. Dus nog even iets over de logica misschien straks over waar mensen dan eigenlijk heen gaan. Voorzitter, dan op een aantal specifieke punten. Ik heb iets gezegd over de... Ik heb nog één vraag van de heer Sjoerdsma. Excuses. Ja, voorzitter. En dan inderdaad specifiek over datgene wat wij, maar dan inderdaad in internationaal verband, hetzij in EU-verband of hetzij in OAS-verband, nog kunnen doen om wel te beïnvloeden. En collega Knops en ikzelf, en ik geloof ook nog een andere partij, hebben dat in de eerste termijn aangeroerd, het onderwerp van sancties. En ik begrijp goed, de minister zegt, ik sluit dat niet uit, maar het ligt nu lastig. Wat ik mij afvroeg zijn twee dingen. Eén, de positie van Maduro valt en staat bij de positie van het leger. En die steun van het leger zou wel eens drastisch kunnen afnemen als er ook daadwerkelijk maatregelen worden genomen tegen die, laat ik zeggen, vele honderden generaals die nu daar de dienst uitmaken. Mijn vraag is hier, kunnen wij de Amerikanen volgen in het voorbeeld wat zij hebben gesteld recent? En kunnen wij, als dat niet haalbaar is, op zijn minst bekendmaken hoeveel tegoeden sommige van deze generaals in Amerika dan wel in de Europese Unie hebben gestald? Want ook dat soort transparantie kan afschrikwekkend werken. Ja, er zitten twee elementen in uw vraag. Eén met betrekking tot de rol van het leger. Ik denk dat het niet verstandig is voor mij om daar uitgebreid op in te gaan. Uiteraard speelt die een belangrijke rol ook altijd. En zeker in de situatie waarin we nu zitten. Ten aanzien van de ondersteuning en de relatie die heeft met de president. Ik geloof niet dat het verstandig is voor mij om daar nu allerlei kwalificaties aan te geven of scenario's op te bouwen. Uiteraard is het zo, ik geloof dat u dat zelf gezegd heeft, helemaal mensen die natuurlijk gewoon soldaat zijn, ook de consequenties voelen van de economische crisis. Of zij daar tegelijkertijd tot eenzelfde politieke opvatting komen. Of wat dat betekent voor de rol van het leger, is niet voor mij om daarover te speculeren. En is ook een tamelijk ingewikkelde vraag, eerlijk gezegd. Die niet zo heel makkelijk te beantwoorden is. Dat geldt ook voor ten aanzien van eventuele sancties ten aanzien van mensen uit het leger. Ik heb daar geen enkele aanleiding om te geloven dat dat nou juist positief zou kunnen werken in de huidige situatie. Dus daar zou ik me eerlijk gezegd verre van willen houden. Als het gaat om de Verenigde Staten zijn die juist zeer behoudend als het gaat om dat sanctie-instrument. We hadden eigenlijk de indruk misschien dat dat veel forser zou worden ingezet. Het had in ieder geval gekund. Bij de nieuwe administratie. Ik heb dat niet gezien. Het is inderdaad wel zo dat er activiteiten zijn ondernomen jegens vicepresident Aissami. Als resultaat van een langlopend onderzoek naar witwassen en drugsmoddelen. Maar ja, daar zijn we natuurlijk allemaal mee bezig. Juist ook vanuit Nederland en andere landen. En dat is een specifiek punt van de Verenigde Staten. Of er persoonsgerichte sancties zijn, zoals ik eerder al in een vraag beantwoordde, dat sluit ik niet uit. Maar laten we vooral niet iets doen omdat we denken dat we daarmee goed doen. Het kan alleen maar zo zijn als we denken dat de zaak positief beïnvloed wordt. Dus ik sluit dat niet uit. Ik zeg u nu dat in de Europese Unie daar, om de redenen die ik eerder noemde, geen steun voor is. Maar goed, internationale druk kan op een gegeven moment ook een richting aangaan waar dat wel noodzakelijk is. Maar op dit moment denk ik dat dat niet verstandig is. Ja, voorzitter. Ik vind het op zich wel vrij fors, hè? Dat de Amerikanen persoonsgerichte sancties hebben tegen de vicepresident. Dat is niet de minste. En ik vind het ook zorgwekkend omdat het samenhangt met iets wat ik ook in de eerste termijn heb genoemd. Hij wordt daar gesanctioneerd vanwege zijn betrokkenheid inderdaad bij drugshandel en het witwassen van geld. En sterker nog, als het goed is er ook een parlementair onderzoek gaande in de Verenigde Staten of dat
dat netwerk, laat ik het dan maar zo zeggen, niet veel breder verbreid is. Niet alleen binnen de Venezolaanse overheid, maar ook binnen het Venezolaanse leger. En dat bracht mij tot de vraag, en ik denk dat het een heel reële vraag is, als wij samenwerken met het Venezolaanse marine om drugssmokkel tegen te gaan, dat het de vraag is hoe effectief dat is als het er ook wel veel schijn van heeft dat een belangrijk deel en ook een bepalend deel van die administratie van Maduro ontzettend veel geld verdient aan precies die handel. En, ja, daar is natuurlijk net het punt voor dat op het terrein van de drugs wij inderdaad ook samenwerken met de Venezolaanse regering. Ik denk dat dat een enorme goede zaak is, dat juist daarom een heleboel drugs ook worden ondervangen. Ik ken geen land waar drugsexport en drugssmokkel is, waar niet ergens een deel van de regering daarbij betrokken is. Dat is juist het grote probleem. Dat hebben we met bijna alle landen in Latijns-Amerika gehad. Dus ik laat graag aan uw overweging over of dat direct tot sancties zou moeten leiden. Ik wijs erop dat ook de Amerikanen juist die kustwachtsamenwerking van ons ook interessant vinden met Venezuela. Je moet ook vooral zorgen dat je contacten houdt, dat je weet wat er gebeurt. Ik wijs erop dat ook tussen oktober 2015 en september 2016, juist ook vanwege samenwerking die we hebben in de regio, enorm veel drugs zijn geconfiskeerd. Natuurlijk, dat kan nog veel beter en dat is ongetwijfeld veel meer. En een aanzienlijk deel komt inderdaad uit Venezuela. Maar het is denk ik wel van belang om niet direct tot de conclusie te komen dat daarom niet met een land moet worden samengewerkt. Ik neem een land als Afghanistan. We hebben ook jaren mee samengewerkt. We weten dat daar drugshandel is. We weten dat dat aangepakt moet worden. Dat is buitengewoon risicovol. Daar zijn ook mensen betrokken bij van de regering en elders. En ik vind het dus in die zin, kan ik het ook billijken, dat Amerikanen zo'n keuze maken naar aanleiding van hun onderzoeken ten aanzien in dit geval van de heer, hoe heet hij ook weer? Even kijken. Samark José López Bello. Het gaat om de Venezolaanse vicepresident, betiteld als narcos trafficker. En zo wordt eigenlijk ook zijn rechterhand beoordeeld. Dat het iemand hoog in het regime is, laat ik daar geen enkele naïviteit over hebben. Dat is ernstig. Ben ik met u eens. Voorzitter, dan nog een aantal, zal ik iets korter op een aantal andere vragen ingaan. Over de scenario's heb ik het gehad. Ja, dan over hulpverlening. Dat is natuurlijk een enorm belangrijk punt. Hoe krijg je toch hulpverlening bij mensen? We hebben daar juist maandag ook over gesproken met de collega's van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in de Europese Unie. U ziet dat dat ook prioritair in de verklaring die aangenomen is aan de orde is gesteld. ECHO steunt nu Caritas voor de distributie van voedsel naar de meest kwetsbare gebieden in 4 staten in Venezuela. Het is wel zo, moet ik eerlijk bekennen, dat die mogelijkheden voor opschaling beperkt zijn, omdat inderdaad Venezuela de humanitaire crisis ontkent, geen officieel hulpverzoek indient en geen buitenlandse waarnemers toelaat. Klopt ook helemaal in hun narrative, om het zo maar even te zeggen, dat het allemaal goed gaat en dat het socialisme op aarde gekomen is en dat iedereen gelukkig is. Het tegendeel is natuurlijk waar. Tijdens een recent bezoek van de vice-minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Unie is nu wel toegezegd dat, goed, dat is een klein stapje, maar wel belangrijk door al die druk, dat ECHO vanuit Bogota toegang krijgt tot de humanitaire instellingen in Venezuela om in kaart te brengen wat er moet gebeuren. En dat vind ik nu even een weg die we kunnen begaan. Niet voldoende, zeker niet. En het is ook een prioriteit voor de Nederlandse regering om daar in de Europese Unie, in de Europese Unie op aan te dringen. Ik wil u best wel op de hoogte houden. Er is nu een humanitaire missie die dat bekijkt met de Europese Unie. Om te kijken of we nu echt ook druk kunnen uitoefenen om te zorgen dat dat bij mensen komt. En dan ook vrij grootschalig. En je ziet ook al dat er bedrijven zijn, ook Nederlandse bedrijven, die al helpen op hun eigen manier om mensen die in moeilijkheden zijn geraakt extra te steunen. Dat is natuurlijk ook nog de afbraak van een sociaal zekerheidssysteem daar die vooral de meest kwetsbare mensen treft. Voorzitter, dan. Ja. Ik heb even gemist wie het eerst was. Mevrouw Karaboulet. Die was by far. Dank. Voorzitter, ik ben blij dat de minister op zoek is naar andere mogelijkheden om hulp aan te bieden gezien de humanitaire situatie. En hij noemde daarbij ECHO. En ook de lijn met de Europese Unie om de druk op te voeren. Maar wat mij nog niet helemaal duidelijk is het echt zo dat zij
hulp per definitie weigeren. Want tegelijkertijd schrijft de minister ook in zijn brief dat er eerdere weliswaar geen formele verzoeken zijn gedaan. Zo nee, wat zijn dan de obstakels en welke mogelijkheden ziet die minister nog meer om bijvoorbeeld via NGO's toch aan die hulpverlening te kunnen doen om de nood te ledigen? Natuurlijk niet gouvernementele organisaties actief in Venezuela en die proberen te doen wat ze kunnen. Die krijgen natuurlijk ook ondersteuning van internationale regeringen, zijn natuurlijk ook Nederlandse NGO's, et cetera. Het gaat natuurlijk om dat dit een veel grootschaliger probleem nu is. En daar is wel echt het probleem dat Venezuela dat gewoon ontkent. Dat is inderdaad niet alleen ergerlijk, dat is vind ik zeer af te wijzen, ook te veroordelen. Maar ik kan alleen maar zoeken naar de wegen om dat te verbeteren. En dat kan zijn. Kijk, het alternatief is dat mensen gewoon de grens overgaan naar Colombia en vooral Brazilië. Daar gaat men heen. En dan zie je daar juist de druk toenemen op de medische sector. Dat is ook de zorg vanuit die twee landen, die helpen daar nu wel aan mee. Maar ik zal u in ieder geval, ik zal mij committeren ook hier vandaag om nog eens een keer ook met collega Ploemen daarover te praten. Om te kijken wat zijn de maximale mogelijkheden. Maar eerlijk gezegd zie ik er niet heel veel andere dan nu. Er zijn natuurlijk een aantal landen, ik noemde net Cuba, een aantal andere landen die op een andere relatie hebben met Venezuela. En ook wel wat mogelijkheden hebben in die zin. Ja, kan de minister daarbij aan ons doen toekomen wat de volgens de minister dan ingeschatte behoefte is en wat er op dit moment al aan hulp plaatsvindt naast het feit, naast de resultaten die zijn zoektocht gaat opleveren? Ja, ik kan u, dat kan ik doen, maar ik kan u alleen maar zeggen dat de behoeftes gigantisch zijn. Gigantisch, als het gaat om medicijnen, als het gaat om voedsel, als het gaat om, we gaan straks naar een situatie van 1000% inflatie. Dat betekent dat het ook vooral een armoedeprobleem wordt. Dus nu zie je dat dingen er niet zijn, maar dat je ze niet kan betalen. En dat zeker de armsten ze niet kunnen betalen. Anderen die gaan ze natuurlijk dan. Dus dit zit echt in de kern, in ja, wij zeggen de politiek-economische crisis. En dan, we kunnen wel wat proberen om pleisters te plakken. En dat moet ook, dat is ook onze humanitaire imperatief, om het zo maar even te zeggen. Maar het blijft een beetje dweilen met de kraan open als er niet meer structureel wat gebeurt en ook een acceptatie komt en daardoor ook een druk. Dat vind ik dus ook vanuit de Verenigde Naties nodig. De heer Sjoerdsma noemde terecht van, ja, je kunt niet meer zomaar ontkennen dat er een humanitaire noodsituatie is in je land. Daar moet je ook op aanspreekbaar zijn. Dus dat vind ik echt. En dat is ook door Nederland wordt dat zeer actief naar buiten gebracht. Voorzitter, dan. De heer Van Ooyek. Het was ongeveer dezelfde vraag als mevrouw Karreboedert. Zeer sympathiek. Voorzitter, dan kom ik nog aan een aantal opmerkingen over de mensenrechten. Nou ja, één ding is duidelijk. Op alles wat we hier gezegd hebben, de situatie van de mensenrechten is zeer slecht. Veroordelen we ook. Er zijn een aantal vragen specifieker gezegd van ja, moeten ze dan uit de Mensenrechtenraad? Dat is een discussie die we ook over Saoedi-Arabië hebben gehad. Ik ben daar niet voor. Dat landen daar geen deel van uitmaken. Ook een organisatie als Amnesty heeft daar duidelijk over gesproken. Moet je juist niet doen. Want dan is er helemaal niet dat het met dat lidmaatschap noodzakenwijs positief verandert. Maar het is niet een kwestie van legitimatie. Het is gewoon een kwestie, dan is er in ieder geval enige aanspreekbaarheid van landen. Dat vind ik belangrijk. Misschien te weinig, maar is wel van belang. Natuurlijk zijn wij daar actief. Wij laten ons daar, om het zomaar zeggen, niet de mond snoeren omdat we een buurland zijn. We hebben ook de mensenrechtenresolutie over Venezuela van Paraguay en de Verenigde Staten ook gesteund. En daar gaat het om de kernpunten die u noemt, politieke gevangenen, constitutionele en democratische principes, mensenrechten, scheiding der machten. Het is inderdaad zo dat er ook een mensenrechtenexamen komt. We hebben de collega Plasterk heeft daar net iets moois mee mogen maken in Genève als het ging om Nederland. Wij hebben uiteraard ook als Nederland 2 aanbevelingen gedaan. En die zijn overgenomen door Venezuela. En die gingen over de persvrijheid en een onafhankelijke rechtelijke macht. Nou, ik heb niet de indruk dat men zich daar erg aan houdt. En dat betekent dus ook dat in die zin, en daar heeft iedereen gelijk, is moet dat natuurlijk met een korreltje zout worden genomen. In zo'n context als het gaat om de Mensenrechtenraad. Als een regime echt totaal niet aanspreekbaar is of mee wil werken, ja, dan wordt het een papieren exercitie. Maar ik blijf erbij. En dat er ook een aantal zaken zijn waarvan het beter is dat Venezuela, die overigens zelfs om ideologische principes zich onderdeel ziet van de Verenigde Naties, om die daar wel daarbij te houden. Dat lijkt me dus wel verstandig. We hebben net gezegd, je moet toch te proberen om op de een of andere manier in contact te blijven om zaken te veranderen zonder illusie, zonder naïviteit.
Zijn er dan mogelijkheden om de schendingen van mensenrechten op zijn minst in kaart te brengen? Ook daar vind ik het moeilijk. Ik denk dat we daar ook met behulp van niet-gouvernementele organisaties, maar ook met de burgers van Venezuela, veel meer aandacht voor moeten hebben. De ambassade heeft uiteraard zeer actief ook contacten op dat terrein. Ik zal het niet allemaal in detail hier noemen, maar we hebben een zeer actieve ambassade in Caracas, die uiteraard op het terrein van mensenrechten zeer actief is. En zo krijgen we dus ook een preciezer beeld van het aantal politieke gevangenen, gebruik van geweld tijdens demonstraties en de berechting van burgers voor militaire rechtbanken. Voorzitter, daar zou ik de beantwoording van de vragen die aan mij gericht zijn bij willen laten. Ja, dank u, voorzitter. Misschien toch nog even op dat punt van die Mensenrechtenraad. Want ik snap natuurlijk wel, de minister zegt, ja, weet je, dat we moeten ze daarbij houden, maar we moeten er niet te veel van verwachten. Zo vat ik het maar even samen. Maar misschien toch, want als je nou zo'n peer review hebt, hoe heet dat, zo'n examen hebt, en daar volgen een aantal aanbevelingen uit. Kennelijk is in Nederland ook net getoetst. Ik ben benieuwd. Dan moet er toch iets zijn van een monitoring of een... dat je zegt, Venezuela heeft dat kennelijk overgenomen, die lijst met aanbevelingen. Dat zijn, neem ik aan, niet alleen die twee Nederlandse aanbevelingen, maar dat is, neem ik aan, een heel pakket. Dat is ongeveer een half jaar geleden. Dan moet er toch iets zijn van een follow-up mechanisme of is het echt puur... Ik zeg voor de bühne. Het is bijna of deze beantwoording zou ook zeer goed gedaan kunnen worden door de minister van BZK. Ondanks het feit dat het gaat hier over het buitenland. Maar hij is nu echt de expert sinds hij daar, geloof ik, een hele dag heeft gezeten in Genève. Maar even zonder alle gekheid. De feiten zijn de volgende. Even los van de appreciatie. Venezuela heeft 193 van de 274 aanbevelingen overgenomen. Dat is eind maart gebeurd in Genève, dus dat is een maand en 15, 16 dagen geleden. Die twee aanbevelingen van Nederland zijn aangenomen. Het gaat nu om de implementatie daarvan. Dat hebben wij ook aan de orde gesteld tijdens de ambtelijke delegatie die daar geweest is. Dus in die zin wordt dat aan de orde gesteld door ons. Tegelijkertijd is het zo dat ook het systeem van dat mensenrechteninstrumentarium van de VN nu zelf actief is geworden en ook gezegd heeft, de vertegenwoordiger voor de mensenrechten, de VN-hoogvertegenwoordiger, die is nu de man die samen met lidstaten ook probeert die druk te verhogen. Hij heeft ook inmiddels expliciet zijn bezorgdheid over de situatie geuit en heeft de Venezolaanse regering opgeroepen NGO's en mensenrechtenverdedigers toegang te geven tot het land. Nou, dat zijn de feiten zoals die er zijn, dus we blijven er gewoon achteraan zitten. Dat is soms als je een instrumentarium hebt. We weten allemaal wat er mis is aan mensenrechten in de wereld. Dat er misschien gekke landen lid zijn van die Mensenrechtenraad. Maar het enige wat je hebt is dan vervolgens keihard erachteraan staan. Dat is de enige mogelijkheid. Venezuela is, als ik me niet vergis, nog steeds voorzitter van de NAM. Van de Non-Aligned. Je ziet daar ook langzaam maar zeker, ondanks dat die club niet zoveel invloed en macht en positie meer heeft als vroeger, dat ook daar landen in zitten die het van belang vinden dat het VN-instrumentarium wordt gerespecteerd. Meer kan ik er niet van maken. Dan geef ik het woord aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er staat nog een heel aantal feitelijke vragen open. Ik neem aan dat hij die beantwoordt en anders komen we daar zo meteen op terug. Voorzitter, het is een genoeg om hier gast te zijn in de Commissie voor Buitenlandse Zaken, waarin ik me realiseer dat ik hier niet ben om te spreken over mijn ervaring vorige week, waarbij we in de Universal Periodic Review Nederland de maat werd genomen op het punt van de mensenrechten. Maar ik heb hier inderdaad wel in het scherm staan de aanbevelingen 205 tot en met 211. Waaronder bijvoorbeeld de aanbeveling om te zorgen dat er wetten komen waardoor mannen en vrouwen meer gelijk betaald worden. En die zijn afkomstig van de Republiek Syrië. Dus ook die zijn met interesse genoteerd. Maar ik ben hier slechts om in dit debat te spreken over de consequenties van de situatie in Venezuela voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat is het aspect waar ik me nu toe zal beperken. De appreciatie van de situatie in Venezuela. We spreken over evacuatie wellicht. Het taxi
respecteren van de mensenrechten daar en inventariseren van de maatregelen, de hulpverlening, dat alles zijn verantwoordelijkheden voor BZK. En in de brief van 12 mei die u van het kabinet heeft gekregen is met name ook de passage over de consequenties voor het Koninkrijk der Nederlanden, de passage waarover ik hier nadere toelichting zou kunnen geven. Dank daarvoor. Dat betekent dat de appreciatie van wat er allemaal in de Mensenrechtenraad gebeurd is in een aparte brief aan de Kamer volgt, neem ik aan. Nou, laat ik even checken of het gebruik is om daar überhaupt over te rapporteren. En als dan denk ik, omdat dit over het mensenrechtenbeleid in het algemeen gaat, dat dat dan naar de commissie BZK zou gaan. Maar dus dat zou ik in die communicatie willen. Ja, ik zou het heel vreemd vinden, zeg ik maar als voorzitter, dat we rapporten krijgen over de mensenrechtensituaties van alle landen die daar beoordeeld worden, behalve het eigen land. Dat lijkt me een wat... Ja, het is interessant, voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken, om die opvang te vernemen. Maar voor wat betreft het verantwoording afleggen over het coördinerend beleid voor de mensenrechten per se in Nederland, wil ik dat eigenlijk met de Commissie BZK afstemmen, hoe ze daarover geïnformeerd wensen te worden, als u dat goed vindt. Het is wel interessant om inderdaad misschien bij deze gelegenheid het perspectief van binnenuit vanuit het Koninkrijk toe te lichten ten opzichte van de Buitenlandse Zaken optiek. Ik heb op mijn kamer een kaart hangen van Nederland en een kaart van de Cariben. En ik vraag altijd aan bezoekers, wat is het grootste buurland van het Koninkrijk? Bijna iedereen zegt dan Duitsland. En dat is onjuist, want het is inderdaad Venezuela. Maar de verschillen in perspectief. En op zichzelf staat dat keurig beschreven in de brief die wij gezamenlijk naar de Kamer hebben gestuurd op 12 mei. Want vanuit de twee grootste van de drie eilanden daar, Aruba en Curaçao, is een heel ander perspectief op de consequenties van de huidige crisis in Venezuela. En die is zeer merkbaar. En dat is eigenlijk tweevoudig. Aan de ene kant grote zorg over wat dat betekent voor de staatsmaatschappij PDVSA, die raffinaderijen heeft die van groot economisch belang zijn voor Curaçao en voor Aruba. En daarboven ook de financiële situatie van de mensen in Venezuela, die op een heel andere manier uitwerkt voor op de migratie of op de persoonsbewegingen dan je misschien uit de eerste termijn gedacht zou hebben. Want dat zijn vrij harde cijfers. Het aantal bezoekers uit Venezuela is dramatisch gedaald in de afgelopen jaren. Dus bijvoorbeeld in Aruba, daar kwamen in 2015 380.000 bezoekers. 2016 230.000 en nu nog, geschat op jaarbasis, het jaar is nog niet klaar, 120.000. En dat is voor een deel omdat Insel Air niet meer vliegt, maar voor een groot deel ook omdat de welvaart daar dermate afneemt dat de middenklasse die daar ook is, die natuurlijk graag naar de prachtige eilanden Bonaire, Curaçao en Aruba gaat, dat die natuurlijk ook de gevolgen van de crisis ervaart. Dus ik wil dat alleen even noemen, dat is ook een effect dat zich voordoet. Goed, dat gezegd zijnd is natuurlijk door de sprekers in eerste termijn ook aandacht gevraagd voor de consequenties voor wat betreft vluchtelingen, migratie, asielzoekers. En we houden dat scherp in de gaten. Dus we moeten op dat punt natuurlijk voortdurend de vinger aan de pols houden. Dat gezegd zijnd moet ik u ook eerlijk rapporteren wat de getallen zijn zoals we die boven water kunnen halen. En die zijn dat we op dit moment geen grote of spectaculaire groei daarvan zien. Gemeten naar, ik zal zo'n aantal kengetallen noemen, een aantal criteria. Bijvoorbeeld de kustwacht heeft in 2016 122 illegalen van zee gehaald. En dat is een stijging inderdaad. Het was het jaar daarvoor onder de 100. Dus er is een zekere stijging waarneembaar, maar niet een verveelvoudiging. Als het gaat om asielaanvragen, dan zijn er in Curaçao tot nu toe 20 aanvragen gedaan. In Aruba zijn er per november 2016 twee aanvragen gedaan. En op Bonaire zijn nog geen asielaanvragen gedaan. Totaal aantal migranten die zijn teruggestuurd. Dat waren in Curaçao in 2015 246. Daar zie je wel iets stijging. 2016 536. In 2017 tot aan februari 75. Dus als je dat extrapoleert, dan zou er een lichte stijging merkbaar zijn. Er is gevraagd naar de schatting van het totaal aantal Venezolanen op Aruba, Curaçao en Bonaire. Daar hebben we geen precieze getallen van. Die kunnen we ook niet krijgen, natuurlijk, zeker de illegale niet. Maar dat wordt geschat op ongeveer 2000 op de benedenwinden, dus op die drie eilanden samen. Goed, voor de vergunningen tot tijdelijk verblijf van Venezolanen, de eerste aanvraag en verlenging, dat is op Bonaire, is dat in april 2017 121 te vergelijken met vorig jaar 350.
En dat is wel iets hoger dan het jaar daarvoor. Toen was het 240. Dus ook daar ligt de trend tot toename. De heer Van Ooyek heeft een vraag. Betekent dat... Minister, de heer Van Ooyek heeft een vraag voor u. En die gaat niet zozeer over de cijfers, want ik snap het wel, hè, een lichte toename. Maar over de kwalificatie. Want als de minister bijvoorbeeld zegt, de kustwacht heeft vorig jaar 120 illegale uit zee gered, dan zou ik graag willen weten, hoe weten we dat dit... Wat betekent dat nou dat het illegale zijn? Zijn die mensen ergens in procedure geweest, waardoor is vastgesteld dat ze geen recht hadden op asiel bijvoorbeeld? Of ik begrijp niet precies... Misschien is dat gewoon gebrek aan kennis, hoe de minister kan zeggen dat waren illegalen. Wat betekent dat dan, dat die mensen illegaal waren? Voorzitter, als het om een gebrek aan kennis gaat, zou dat ook bij mij kunnen zitten. Want strikt genomen is die kwalificatie, heeft natuurlijk te maken met de vraag of het een onveilig land is. En dat is weer meer een BZ-kwalificatie dan een BZK-kwalificatie. En naar mij bekend is Venezuela niet aangemerkt als een onveilig land. Dus wanneer mensen vandaar zich aandienen op de kust of in het vaarwater van het Koninkrijk der Nederlanden, ze hebben geen identificatie, dan worden ze teruggestuurd. Dat is mijn informatie, maar nogmaals, strikt genomen treed ik buiten de oevers van de BZK-portefeuille. Nou ja, als dat klopt, dan zou dus iedereen die uit Venezuela probeert een goed heenkomen te vinden, we hebben net gesproken over de situatie in Venezuela, zou als illegaal te kwalificeren zijn omdat Venezuela een veilig land is. Maar ik heb altijd begrepen dat... ik heb me de laatste tijd weer wat meer ook in het migratieonderwerp verdiept. In mijn nieuwe functie, zal ik maar zeggen. Had je misschien niet moeten doen. Had ik misschien niet moeten doen, zegt mijn collega. Ook al kom je uit een veilig derde land, het zou wel degelijk kunnen dat je beroep mag doen op bijvoorbeeld een asielprocedure. Dus dat is precies mijn vraag. En ik bedoel dat helemaal niet flauw maar als je zegt er zijn 120 illegalen gered, of zoals in de brief van het kabinet staat, zo gauw illegalen aan land zijn gekomen, worden ze teruggestuurd. En ik weet gewoon niet hoe we erbij komen dat die mensen niet bijvoorbeeld politiek asiel willen aanvragen, omdat ze slachtoffer zijn van die verschrikkelijke situatie in Venezuela, die we net in alle kleurrijke details hebben beschreven. Dat weet ik, dat begrijp ik gewoon niet. Voorzitter, een interessante vraag van de heer Van Ooyek, die naar ik begrijp spreekt namens de PvdA GroenLinks combinatie. Ook dat is voor mij een novum. De PvdA-fractie wil dit heel graag weten, meneer de voorzitter. Dus ik stel deze vraag van de PvdA-fractie zeer en van de GroenLinks-fractie zeer op prijs. Ik denk dat hij te ver veralgemeniseert als hij zegt dat er nooit iemand een asielzoeker zou kunnen zijn. Want het zou een Syriër kunnen zijn die vanuit Venezuela zich daar meldt. Maar nogmaals, ik treed nu buiten de oevers van mijn portefeuille. Want die zou dan naar het wellicht... Die zou dan denk ik terug moeten naar het land waar die vanuit komt. En dat is Venezuela. En dat is niet aangemerkt als een onveilig land. Dus dat is wellicht wat bureaucratisch. Maar het is meer uw bureaucratie dan de mijne, de feitelijke situatie. Als u daar meer over wil weten, kan wellicht de collega van BZ dat nog toelichten. Maar ik dacht dat dat wel de situatie feitelijk weergeeft. Ja, ik herken eens een zwaring. Wil de collega van BZ een toelichting geven? Ik wijs de minister van BZK erop dat hij net gezegd heeft dat 20 mensen uit Venezuela... asiel aanvraagt in Curaçao, 2 in Aruba en 1 en 0 in Bonaire. Dus kennelijk zijn ze er wel. Misschien, ik weet niet wie van u daar een toelichting op wil geven, maar er lijkt nu enige verwarring te ontstaan. Nee, maar ik heb het over, voorzitter, de aanvraag is natuurlijk nog iets anders dan erkend worden. Dus ik heb ook nog niet gezegd dat die... Dat ja, maar de vraag, voorzitter, hoor ik als ik goed gehoord heb, ging ook niet of ze erkend worden. De vraag nee, of het ze gaat het mij erom aanvragen. Er zijn mensen die asiel aanvragen en er zijn ook mensen die het krijgen. Dat heb ik begrepen onder andere uit de antwoorden op de vragen van de heer Sjoerdsma. En die worden dan via UNHCR en zo. Dat begrijp ik. Ik begrijp eerlijk gezegd de feitelijke situatie wel. Maar ik begrijp niet hoe je kunt zeggen die 120 mensen bijvoorbeeld die we uit zee hebben gevist, dat waren illegale. En die worden dus teruggestuurd. Dan vraag ik, is er dan een toetsing geweest op de vraag wat hun motieven waren om op dat moment op zee te zijn? Dat lijkt me de hele feitelijke vraag. En ik vind prima als een ander lid van het kabinet die vraag beantwoordt. Maar het lijkt me wel relevant als we hier steeds hebben over aantallen. Dan gaat het natuurlijk ook om de kwalificatie van die aantallen. Zijn het politiek vluchtelingen? Dat willen we graag weten. Voorzitter, mijn rol is hier om te reageren op de vraag met name van de heer Ten Broeke. Zien wij een stijging in het aantal vluchtelingen, migranten, asielzoekers, et cetera. En
Die zien wij slechts zeer beperkt. Die zien wij niet in hoge mate. De woordkeuze die ik daarbij heb gekozen is dat de kustwacht 120 mensen van zee terug heeft gebracht naar Venezuela. En dat is inderdaad, ik heb dat aangeduid als illegale. En ik denk, I stand corrected in die zin dat dat strikt genomen niet vaststaat. Dat alleen maar vaststaat dat die afkomstig zijn uit een land dat niet de status onveilig heeft. En dat ze daar dus naartoe kunnen worden teruggebracht. Nou, mocht u daar nog een nadere toelichting op willen, dan is het op het terrein van de buitenlandse zaken. Maar ik geloof dat het klopt wat ik zojuist zei. Zo valt mij nu in. Wacht dan graag het antwoord van de minister. Dit is juist. Het is een experiment nu met de choreografie. En ik wijs er ook op, ik dacht dat de minister van BZK dat ook zojuist aan orde brengt. Als het gaat om het aantal mensen dat in de praktijk asiel aanvraagt, gaat het om 20 mensen. Dus dat wijst er al op dat daar niet het grote punt zit. Er zijn natuurlijk mensen die het land verlaten en die inderdaad teruggebracht moeten worden, omdat ze geen... Omdat ze vanuit een veilig derde land komen. Maar dan, nog één vraag. Dan maak ik mezelf kennelijk niet voldoende duidelijk. Mijn punt is ook helemaal niet het grote aantal. Ik maak me geen zorgen, anders dan misschien sommige collega's, over het grote aantal. Ik maak me zorgen over de zorgvuldigheid van de toetsing. Dus dat is inderdaad iets anders. Dus het feit dat er maar 20 mensen zijn die een beroep op de asielprocedure hebben gedaan, zegt mij niet zoveel als mensen... Er hebben ook in de Nederlandse pers stukken gestaan over het opereren van de Curaçaose kustwacht bijvoorbeeld. Die mensen inderdaad vrij ruktziekloos terugsturen. Ja, dan zegt het me niet zoveel dat maar 20 mensen asiel hebben aangevraagd. Dus het gaat me... Nogmaals, ik heb helemaal niet een politieke bedoeling met die vraag. Ik wil gewoon weten of die toetsing... zorgvuldig gebeurt. En de aantallen vind ik dan in tweede... dat komt daarna wel. Het antwoord is aan de regering. En dit is ook de vraag die de heer Van Ooyek gesteld heeft... over als mensen illegaal aanlanden... is het recht op asiel gewaarborgd? Dat was een heldere vraag die hij in de eerste termijn stelde. En daar graag een helder antwoord op... zodat we daarna verder kunnen gaan. Ja, voorzitter, misschien nog in feitelijke verlenging van wat ik zojuist heb gezegd. Ik heb misschien het woord rechtstreeks gebruikt, maar die mensen die worden door de kustwacht van zee worden gehaald, die gaan eerst naar een vreemdelingenbewaring op Curaçao. Daar krijgen we nog kleding, dekens, et cetera. Dus die gaan niet rechtstreeks terug. Dat is de gang van zaken op dit punt. Ik verzoek... De mevrouw Karaboulou of de heer Schultema. Want nou ja, dit blijft dan wel hangen. Misschien nog een andere een poging. Probeer het anders. Te formuleren, misschien dat helpt. Vraag ze op basis waarvan wordt beoordeeld dat iemand wel of niet door mag. Dus met andere woorden, kan de minister uitsluiten dat diegenen die terug zijn gestuurd, dat daar geen mogelijk politiek gevangenen tussen zitten. Dus hoe vindt die beoordeling plaats, wie terug worden gestuurd, wie asiel mogen aanvragen, et cetera? Dat is de vraag. Ja, dat is een goede vraag, maar dat is echt een vraag die betrekking heeft op de asielprocedure. En dat is een vraag waar mijn collega van BZ dan misschien in tweede termijn nog zijn licht over kan laten schijnen. Maar voorzitter, het hangt natuurlijk samen met, voor mij is evident dat niet de big problem is op dit moment, maar de hoe-vraag. Om het geheel te kunnen beoordelen, is voor dit debat wel relevant. Ja, mijn bijdrage aan dit debat is om toe te lichten, desgevraagd, daarom was ik ook uitgenodigd, of wat de consequenties zijn voor het Koninkrijk in termen van het toenemen van de migrantenstroom. Daar heeft de heer Ten Broeke ook zijn eerste termijn met name aan besteed en daar antwoord ik op. En wie dan precies de asielprocedure, dat zit voor een deel bij VNJ, voor een deel, in ieder geval niet... Iets waar ik nu een toelichting op ga geven. Ik zit hier even met een probleem. Ik heb tot 8 uur, dus die tweede termijn gaat nu niet plaatsvinden. En dit is een vraag die wel helder in de eerste termijn gesteld is. Ik heb hem gehoord, ik heb hem hier tussen mijn stukken staan. Het is wat mij betreft ook prima dat het kabinet bepaalt hoe deze vraag schriftelijk beantwoord wordt. Maar het gaat om de waarborging van de asielprocedure. En daar kan een... Dus kunnen mensen asiel aanvragen of niet? Dat is de vraag die nu meerdere keer gesteld is. Kunnen we vragen om dat schriftelijk te doen, zodat we naar het volgende onderwerp kunnen gaan? Want anders ben ik bang dat we een aantal andere onderwerpen... Ik zeg het toe, voorzitter. Ja, dank u wel voor die toezegging. De heer Ten Broek, als het echt noodzakelijk is. Omdat de aanvulling die nu gevraagd wordt, heeft vooral te maken met het feit of illegalen die worden aangetroffen, even op basis waarvan ze dan als illegaal worden aangemerkt, en of dat wel juist is gebeurd, of er niet politieke vluchtelingen toe zitten.
Dus het vervelende is alleen dat een aantal van die eilanden helemaal geen asielwetgeving kent. Dus je kunt dit helemaal niet vaststellen. Dat is onderdeel van de vragen die reizen. Ook onderdeel van het probleem. Dus laten we nou eens aannemen dat die kustwacht heel erg effectief is. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Dat 120 illegalen worden aangetroffen. Nou ja, goed, dat zijn dan illegalen omdat wordt vastgesteld dat ze geen paspoort bij zich hebben of geen identificatiebewijs. Dan weten we dus even niets over de motieven. Dan moeten ze worden teruggestuurd. Ze moeten niet worden teruggestuurd, want er is geen asielwetgeving die dat bepaalt. Dat is dan op dit moment staand beleid, kennelijk. En dat is ook de reden waarom ik me wel zorgen maak over de aantallen. Zeker als tegen de achtergrond daarvan tussen neus en lippen door even wordt vermeld dat men verwacht dat er zo'n 2000 Venezolanen op de eilanden aanwezig zouden kunnen zijn. Dus het is niet een schrikbeeld wat wij maar blijven aanjagen. Het is niet alleen een stijging merkbaar. Er is ook geen beleid. Er is geen systeem om ze op te vangen. En dat maakt dus dat er buiten het zicht van de lokale overheid van alles kan gebeuren. En we weten het niet. Sterker nog, de regering weet niet eens hoe ze ermee moeten omgaan. En uw vraag? Nou, dat ook die asielwetgeving hier dus een onderdeel van uitmaakt. Als er geen asielwetgeving is, kan je dat helemaal niet vaststellen. Ik verzoek de regering dit mee te nemen in de schriftelijke beantwoording. Ik zal collega Dijkhoff vragen om die verantwoordelijk is voor de asielprocedure om op dit punt de scherpe vragen van de heer Ten Broeke te beantwoorden. De heer Sjoerdsma nog een dan. Dus misschien nog even in reactie, ja, dus dat zeg ik toe. Hè. Dus ja. De Dijkhoff zal namens het kabinet, die is verantwoordelijk voor de asielprocedure, deze kritische vragen beantwoorden. Ik wil nog een misstand wegnemen dat die 2000, dat zijn voor een groot deel mensen die na long stay, dus die zijn toegelaten en die daar dan blijven hangen. Dat is dus een schatting. Dat is dus iets anders dan dat die mensen illegaal toegang tot het land hebben gekregen. Ja, voorzitter. Ik wil wel echt dat we dit even heel scherp doen. Want de heer Dijkhoff is verantwoordelijk voor asiel in Nederland en de Nederlandse gemeenten. Maar niet op Curaçao. Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk. En ik wil er wel op wijzen dat, voor zover ik weet, Nederland als Koninkrijk het vluchtelingenverdrag heeft getekend. Dus ook daar ligt dan weer een verantwoordelijkheid bij deze minister. En ik vind ook niet dat deze minister zomaar kan wijzen naar collega Dijkhoff om te zeggen, nou, hij is daarvoor verantwoordelijk. Dus het is goed omdat ik begrijp dat we de beantwoording vandaag niet krijgen, maar het lijkt me wel verstandig om dan dat in een breedte mee te nemen. Niet te voorzitter, het is een feitelijk misverstand. Ik ben blij dat ik in de gelegenheid ben dat hier op te helderen. De verantwoordelijkheid voor migratie in andere landen in het Koninkrijk dan Bonaire ligt natuurlijk bij de regeringen van die andere landen in het Koninkrijk. En daarmee niet bij de Rijksministerraad en al helemaal niet bij de minister voor Koninkrijksrelaties. Dat laat onverlet. Dus ik hoop dat de heer Sjoerdsma ook het antwoord interessant vindt, dat laat onverlet dat we natuurlijk als statelijke eenheid, als koninkrijk, kunnen worden aangesproken door internationale organisaties op wat dan ook. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat wij dat doorsluizen naar de regering die daarvoor verantwoordelijk is. Dus dat kan de regering van Aruba zijn, dat kan de regering van Curaçao zijn. Die moeten daar dan uitvoering aan geven. Dat gebeurt ook wanneer wij op de toestand in de gevangenissen worden aangesproken, bijvoorbeeld. Hè, als het Koninkrijk van Nederland. Dan gaat de linea recta naar de regering van Sint Maarten of Aruba of Curaçao, waar dat moet worden opgelost. Dat laat onverlet dat conform artikel 43 lid 2 het Koninkrijk natuurlijk waarborgt de mensenrechten, de democratie en het deugdelijk bestuur. Maar dat is iets anders dan dat we daar als Koninkrijk in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn. En over de discussie wanneer artikel 43 lid 1, namelijk de verantwoordelijkheid van de landen, overgaat naar de waarborgfunctie, artikel 43 lid 2 van het statuut, daar kan ik een hele boekenplank over presenteren. Maar die is in ieder geval niet dat het Rijk, of tenminste voor Koninkrijksrelaties, dus verantwoordelijk is voor deugdelijk bestuur of mensenrechten in andere landen dan Nederland. Ik hoop dat die toelichting helpt. Die toelichting helpt. Ik sluit toch even dit punt af en ik vraag hier schriftelijk op terug te komen. Er ligt een woordelijk verslag en Kamerleden hebben ook om feitelijke informatie gevraagd. Niet onmiddellijk alleen maar om wie de bestuurlijk verantwoordelijk is, maar de vragen die ik gehoord heb gingen er ook om wat gebeurt er precies. En dat pas daarna volgt eruit wie daar verantwoordelijk voor is. En die vragen verwacht ik wel dat die schriftelijk afgedaan worden. En daarmee rond ik dit onderwerp even af en vraag ik de dat kunt u wel doen, onderwerp. Maar ik teken er toch bij aan dat de Nederlandse regering hier in het Nederlandse parlement verantwoordelijk aflegt voor de dingen waar de Nederlandse regering voor verantwoordelijk is. En als u de Nederlandse regering vragen stelt over het beleid van de regering van de Filipijnen, dan kunnen we alleen maar de informatie verstrekken voor zover we die hebben. Dat is toch iets anders dan daar verantwoording over afleggen. Dus we zullen die informatie vergaren en doen toekomen aan de commissie. Ja, dus met die kanttekening zeg ik dat toe.
Dan misschien nog twee punten in de richting van het gloedvolle betoog van de heer Van den Broeke over de mogelijkheid dat het aantal vluchtelingen zou kunnen groeien. Ja, ik informeer u steeds over de situatie zoals we die aantreffen. Daar heb ik zojuist ook wat kengetallen voor genoemd. Wat wij feitelijk dus zien is dat mensen kennelijk, daar ben ik al een beetje aan het duiden, maar dat mensen kennelijk eerder over land vluchten naar Colombia of Guyana dan dat ze de weg naar de ABC-eilanden zoeken. Dus dat doet niks af aan de druk om te vluchten. Die zien we elke dag. Maar niet in hoge mate naar het Koninkrijk der Nederlanden. Ik wil er twee dingen bij benadrukken die ook met zich meebrengen dat ik hier enigszins terughoudend wil zijn over het spreken over scenario's. Allebei argumenten die denk ik ook de VVD zouden moeten aanspreken. In de eerste plaats omdat we inderdaad niet willen treden in de verantwoordelijkheid van de landen Aruba en Curaçao. Het is de heer Bosman die in de context van de koninkrijksrelaties dat punt ook altijd benadrukt. Dus niet bij elke gelegenheid het een probleem van het land Nederland laten zijn. In eerste instantie moet ieder autonoom land dat zelf oplossen. In de tweede plaats is het dus inderdaad op dit moment zo dat er geen grote stroom vluchtelingen naar de Benedenwindse eilanden plaatsvindt. En dat zouden we ook vanuit het belang van het Koninkrijk der Nederlanden wel zo willen houden. Dat is ook een reden om enigszins terughoudend te zijn om al te open te spreken over alle scenario's die al dan niet klaar zouden liggen. Dus ik vraag er begrip voor en ik wil slechts in procedurele zin daarop antwoorden dat er op dit moment, terwijl wij hier staan, de remissie van BZK, Buitenlandse Zaken, Defensie, VNJ plaatsvindt, of ik moet zeggen een ambtelijke werkbezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao, om toch weer eens precies te kijken naar de stand van zaken, naar welke, waar men op voorbereid is, waar klempunten zitten, procedurele afspraken te maken voor het geval de situatie zich op korte termijn zou veranderen. En als daar redenen zijn om te handelen, dan zullen we dat onmiddellijk doen. Dus we zitten daar echt bovenop. Daarmee dat punt besproken. Ik heb over de aantallen gesproken. Ik ga er snel doorheen, ook gezien de tijd. Dat waren eigenlijk de belangrijkste vragen in mijn richting. De kustwacht, is die voldoende geëquipeerd? Ik kan namens het ministerie van Defensie, de collega van Defensie, zeggen dat de kustwacht op dit moment voldoende is uitgerust voor de taken die ze conform de Rijkswet kustwacht en de prioriteitsstelling door de minister van Justitie van de landen toegekend heeft gekregen. En de kustwacht heeft extra patrouilles ingezet om illegale migratie op te sporen. Dus dat is namens de collega van Defensie gezegd, ook in de richting van de vragen vanuit de kringen van het CDA. Ik dacht dat ik daarmee de in mijn richting gestelde vragen had beantwoord. Ja, mijn vraag, voorzitter, was vooral gericht op het structurele probleem met betrekking tot de kustwacht. De minister van Defensie voert uit. De minister van BZK is financieel verantwoordelijk hiervoor. We hebben vaak met de minister van Defensie hierover gesproken en dan is het altijd balletje lijkt wel. We hebben nu de kans om met de minister van BZK hierover te spreken. En mijn vraag aan hem was of ook voor de lange termijn dat probleem met die kustwacht wordt opgelost. Mede tegen de achtergrond van de ontwikkeling zoals we die vandaag hier bespreken. Grotere dreiging ten aanzien van immigratie, illegale smokkel. Kortom, meer taken voor die kustwacht die met minder geld moeten. Ja, de heer Knops informeert nu naar de meerjarenbegroting. Want daar moet dit dan zijn beslag in krijgen. En we staan hier redelijk missionair te zijn, maar we zijn feitelijk toch demissionair. Dus de keuzes over de meerjarenbegroting berusten niet meer bij het kabinet. Maar daar wellicht dat de heer Knops daar nog eens wat meer over hoort dan ondergetekend. Dus maar op dit moment heb ik de situatie weergegeven namens de collega van Defensie. En dat is dat men geëquipeerd is om nu te doen wat er nu nodig is. Dan ga ik de collega's 30 seconden de tijd geven om geen conclusies te trekken, maar even verzoeken om de vragen die nog niet beantwoord zijn aan te stippen. En dus liever geen uitgebreide betogen. De heer Ten Broeke. Ja, heel kort en dan alleen maar staccato. Als het gaat om het statuut hebben we een discussie gevoerd en is de inbreng van de VVD-fractie juist geweest. Dat wij wel ook menen dat vanwege de druk op de buitengrens er wel degelijk adequate asielwetgeving op de eilanden zou moeten zijn. Die is er niet. We hebben ook een verantwoordelijkheid in het kader van de buitengrenzen en dus het eerste artikel om die dan wel om daar wel op aan te dringen. Omdat die er niet is en er bijvoorbeeld voor Aruba ook geldt dat er geen visumplicht is.
kom je in een situatie die potentieel straks wel moeizaam kan worden. En het is ook niet voor niks dat Aruba zelf heeft aangegeven dan nu eventueel te willen overgaan tot een elektronisch toelatingssysteem, zeg maar het ESTA-systeem. Ik had graag willen weten waarom de regering daar niet verder gaat dan, ja, dat is een mogelijkheid. Nee, ik wil dat die mogelijkheid wordt beproefd, dat daarop wordt aangestuurd, want op die manier kunnen we die migratiestromen wel beheersen. En daarmee zou u in ieder geval invulling geven aan wat u hier meent te kunnen onderbouwen. Namelijk dat het u ondertussen menens is met die migratiestromen, die wel degelijk zijn gegroeid. En die we alleen maar en nu moeten doen met de cijfers die we kennen. Die had ik overigens graag in de brief gehad, dank dat ik ze hier krijg. Ik wist wel dat ze ongeveer in die orde van grootte lagen. Dank u wel. Weten we het dan ook. De heer Van Roon. Ja, voorzitter, dank. Het is goed om te horen dat het aantal Venezolanen wat naar de ABC-eilanden komt nog gering is. Maar mijn vraag die niet beantwoord is, is wat als het anders wordt? Wat als er wel een tsunami naar deze eilanden komt? Gaan we ze dan allemaal op die eilanden in opvangkampen faciliteren totdat ze teruggebracht kunnen worden? Of gaan we ze op zee zeggen, je moet terug naar Venezuela, je bent niet welkom op de eilanden? Dank u wel, de heer Knops. Voorzitter, ik dank de bewindslieden voor de beantwoording. En uit het antwoord van de minister van BZK leid ik af dat dit kabinet voor dat deel althans volstrekt uitgeregeerd is. Dus ja. Dank u wel. Waarmee de verantwoording voor de kabinetsformatie teruggelegd is bij de regering. De heer Van Ooyek. Dank voorzitter. Ik ben blij dat we via de minister van Buitenlandse Zaken nog wat meer inzicht krijgen de komende tijd in de mogelijkheden om de humanitaire hulpverlening zeg maar uit te breiden. Ik denk dat we allemaal smachten naar de mogelijkheden om dat te doen. Het is goed dat we daar schriftelijk over geïnformeerd worden. Ik ben ook blij met de toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken om over die, laat ik zeggen, de vaststelling van de status van mensen die naar de eilanden komen. En hoe dat dan plaatsvindt, die vaststelling, dat we daar nog wat meer feitelijke informatie over krijgen. Want daar gaat het inderdaad om, zoals u zei, voorzitter. En dat is ongeacht de aantallen en ook ongeacht de prognoses van hoe die aantallen zich in de komende tijd zullen ontwikkelen. Ik had eigenlijk één punt genoemd in mijn eerste termijn waar de minister van Buitenlandse Zaken niet op in is gegaan. En dat is dat MOU dat we hebben met Venezuela. En de vraag is of dat nog, hè, want in de brief staat, dat geeft nou juist ook de mogelijkheid om over dingen te spreken waar we het niet met elkaar over eens zijn. Nou, dat klinkt wellicht optimistischer dan het op dit moment bedoeld is. Maar in het kader van onze zoektocht naar alle mogelijke instrumenten gebruiken, ben ik benieuwd wat dat ons nog kan bieden in de relatie met Venezuela. Mevrouw Karreboet, ik ga door tot 7:50 en ik hoop dat er geen bezwaar tegen is. Kijk aan deze kant. Mevrouw Karreboet. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor de beantwoording. Ik ben blij dat de minister bovenop de situatie zit wat betreft de mensenrechten. Ik ben ook erg benieuwd naar met welk resultaat en vervolgstappen, want dat is het proces waar de minister terecht voor kiest. Er is geen andere oplossing dan een politieke oplossing, maar er moeten wel zaken veranderen. Wanneer en op welke manier hij ons daarover informeert. En natuurlijk hoop ik met hem dat alle stappen die gezet worden zullen bijdragen aan verbetering. Het tweede is de economische situatie en inderdaad de humanitaire nood. Ik ben blij dat er in ieder geval, wat de minister ons vertelt, nog enige ingang is en enige hulp plaatsvindt. Maar ik begrijp van de minister dat de behoefte vele malen groter is. De minister die heeft ook toegezegd te zullen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ik ben erg benieuwd wat het gaat opleveren. Maar ik wil de minister ook nog vragen te reageren op de vraag die ik in eerste termijn heb gesteld. Namelijk, wat kan hij zeggen over de berichten die wij krijgen vanuit regeringszijde dat er ook economische obstructie plaatsvindt, waardoor die nood alleen maar toeneemt. En de laatste vraag die is blijven liggen is met name in het voordeel van het geweld dat daar ook vanuit oppositionele onderdelen geweld gebruikt zou worden. En wat hij daarover kan zeggen en hoe hij dat apprecieert. Dank u wel. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, dank aan beide ministers voor de beantwoording in de eerste termijn. Ik heb nog 3 openstaande vragen uit de eerste termijn.
Ik was benieuwd naar de reacties die de ambtelijke, hoogambtelijke delegatie van Nederland hebben gekregen toen zij in Venezuela onze zorg op tafel hebben gelegd. Ik had ook gevraagd of, als het inderdaad klopt dat Venezuela humanitaire hulp niet toestaat, of dat betekent dat de regering Maduro in die zin verantwoordelijk is, formeel ook, voor het belemmeren van humanitaire hulp tijdens een niet-internationaal conflict en daarmee ook strafbaar als internationaal misdrijf conform het wetsvoorstel van minister Blok van niet zo heel erg lang geleden. Tot slot had ik nog de minister gevraagd of hij bereid is tot het herzien van of het schrijven van, want ik kon het niet vinden online, het ambtsbericht Venezuela. Dank u wel. Kan ik u rechtstreeks het woord geven? Minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk een groot goed dat we dat MOU ooit hebben afgesloten. Dat we daardoor eigenlijk een van de weinige landen zijn die op politiek niveau nu consultaties hebben met Venezuela. Dus dat is positief. Vandaar dat die delegatie die gezonden is ook op een redelijk hoog niveau ontvangen is. En waar alle punten die hier ook aan de orde zijn geweest in feite ook met hun gecommuniceerd zijn. Heeft dat een revolutie tot stand gebracht? Nee, want dat zien we in de feitelijke situatie. Niettemin is het zo dat ik denk dat dat ook van belang is voor een aantal directe belangen die we hebben. Ik denk maar even aan de discussie over Incel Air. Of de uitwijzing van een aantal mensen die van belang zijn vanwege de justitie in Curaçao. Juist vanwege redenen die, dacht ik, ook de heer De Roon aan de orde stelt. Dat je daar ook wil kijken dat er mogelijkheden zijn om mensen te vervolgen die misschien in de regio een aantal zaken op hun geweten hebben. Ik zeg het voorzichtig, het gaat uiteraard om verdachten. Niettemin is het zo dat we dan ook praten over die humanitaire zaak. Ik zal u daar verder over inlichten. Ik heb daar op dit moment niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Ik vind dat het grootste drama op het ogenblik. En we moeten kijken of we misschien ook via de kanalen van de VN, wat nog wel steeds een orgaan is waar ook Venezuela actief bij betrokken is. Ik herinner me dat vorig jaar nog in de Veiligheidsraad. Dat dat een mogelijkheid is om ook dat punt wat de heer Sjoerdsma aan de orde stelt, aan de orde te stellen. Ik weet niet of het. De heer Sjoerdsma is heel erg iemand van sancties en bestraffing. Op bijna elk regime wat niet goed is. Ik zit altijd te denken of dat de handigste manier is om verder te komen. Ik sluit niks uit. Maar het belangrijkste is nu eigenlijk om te bezien of ook niet via die kant de humanitaire invalshoek versterkt kan worden. Voorzitter, dan is er nog een vraag gesteld met betrekking tot visa en ESTA. Ja, we hebben net even gesproken, minister van BZK heeft dat gedaan over de aantallen. We hebben in vorige overleggen gesproken over de pro's en cons van visabeleid. Benadrukt moet worden, ook hier, dat toegang een autonome aangelegenheid is van de landen. Het staat Aruba vrij een systeem te ontwikkelen. In dit geval ben ik wel geneigd om te zeggen dat zo'n ESTA-systeem een positieve bijdrage zou kunnen leveren. Daar heeft de heer Ten Broeke denk ik gelijk in. Als het gaat om de problematiek waarover we spreken, ik zeg eens weliswaar, het is geen. Kijk, de meeste mensen waarvan je volgens de scenario's die u hier naar voren brengt, als je iets zou willen stoppen, gaat dat niet via een ESTA of een visa-systeem. Zo werkt het niet. Niettemin, als je zou willen dat iets versterkt zou kunnen worden, dan kan ESTA een van toegevoegde waarde zijn en een positieve bijdrage leveren als het gaat vooral, denk ik ook, om die mensen tegen te houden van criminele of terroristische individuen aan de grens. Wij kijken graag mee aan die ontwikkeling van ESTA, ook om te bezien waar het Koninkrijkse aangelegenheden raakt. We zijn hier ook met in Aruba over in gesprek. Ik heb er ook over gesproken. De minister van Buitenlandse Zaken heeft één keer per jaar een overleg met de eilanden over zaken die te maken hebben met buitenlands beleid. Nou, dit zit een beetje op visabeleid, valt bij ons. De andere zijn landaangelegenheid. Soms is het gecombineerd. Ik zou hiervan willen zeggen, die gesprekken vind ik positief. Ik heb tijdens mijn bezoek in ieder geval aangegeven bereid te zijn gezamenlijk het ESTA-systeem te ontwikkelen voor de Koninkrijkslanden. Zeg ik in de richting van de heer Ten Broeke. We hebben geen ambtsbericht voor Venezuela. Dat was nog een vraag die mij gesteld wordt. Dank u. Er staat geen ambtsbericht. De vraag was of er een herzien ambtsbericht kon komen. Dat is natuurlijk een antwoord op de vraag. Er is geen ambtsbericht. Dan kan het ook niet herzien worden. Nee, kan alleen een nieuw geschreven worden. De minister van BZK.
Voorzitter, misschien als laatste nog een aanvulling op de beantwoording in eerste termijn. Ik heb dus toegezegd dat ik nog even zal werkwijze van de kustwacht zal preciseren. Misschien alvast voor hier. De kustwacht is strikt genomen gemeenschappelijke regeling van de vier landen van het Koninkrijk. Die wordt uitgevoerd door Nederlandse Defensie. Defensie op zichzelf is een koninkrijkstaak. Maar nogmaals, die voert hier een gemeenschappelijke regeling van die landen uit. Waarbij ieder van die landen natuurlijk zelf verantwoordelijk is voor de toelating tot dat land. Voor het asiel- en migratiebeleid in dat land. Dus het is wel begrijpelijk dat er wordt doorgevraagd van hoe kan die ene kustwacht dat dan doen. Dus ik zal het nog feitelijk beschrijven. Nogmaals, met de kanttekening die ik daarbij heb geplaatst, is dat dat niet de Nederlandse regering verantwoordelijk maakt voor de toelating tot Aruba of Curaçao. Maar ik zal informeren en zorgen dat u dat feitelijk antwoord krijgt. Ik mis nog de beantwoording op de vragen van de heer Schulz, maar welke reactie kwam er op de hoogambtelijke delegatie? Voorzitter. Sorry? En of de heer Maduro de hulp belemmert en dat strafbaar is volgens het wetsvoorstel Blok? Voorzitter, ik had ook nog twee vragen die niet beantwoord. En mevrouw Karabulut over de economische hulp. En de tweede is me even ontschoten, sorry mevrouw. Over boycott, althans belemmeringen, economische belemmeringen, ja. Voor hulp inderdaad vanuit de oppositie en het gebruik van geweld aan weerszijden en hoe hij dat taxeert. Ik hoop dat hij dat zelf ook zo ziet. Misschien niet de juiste beantwoording of de beantwoording waar je mee tevreden is. Ja, maar voorzitter, de minister had wel een kwalificatie over wat mijn intenties waren. Maar ik vroeg hem naar de wet van dit kabinet. En de kabinet heeft zelf vrij recentelijk een wet geïntroduceerd die het belemmeren van het toegang van noodhulp strafbaar stelt. Ook als dat niet in Nederland gebeurt, als dat in andere landen gebeurt. En mijn vraag was of die wet van toepassing is op de situatie in Venezuela en ook van toepassing is op het regime van Maduro. Voorzitter, dat kan ik niet beoordelen. Dat zou ik echt moeten opnemen met de collega van VNJ. Dat weet ik niet. In ieder geval is er belemmering, dus daar is geen twijfel over. Of dat ook juridisch past binnen die wet, kan ik niet beoordelen. Ook hier zeg ik in de richting van de heer Schulz, maar wil ik hem ook eerlijk zeggen in de richting van die sancties. Ik sluit dat echt niet uit. Er kunnen momenten zijn, ook ten aanzien van sancties, dat wij dat nodig vinden om dat verder te onderzoeken. Als het daadwerkelijk de situatie kan verbeteren. Dus we zijn niet angstig om elementen van druk in te brengen. En ten aanzien van de wet moet ik echt even dat checken bij de collega van de VNJ. Het is inderdaad zo dat ook vanuit de oppositie geweld wordt gebruikt. De situatie is aardig verscherpt. En dat heeft vooral te maken met de militarisering van jongere bewegingen die soms ook wapens hebben. En dat vindt dus ook daar plaats. Dus het is ook niet een strijd tussen goed en kwaad. Het is wel duidelijk dat in die end de regering van Venezuela verantwoordelijk is voor de mensenrechten situatie in hun land. En daar leg ik dan ook de eerste verantwoordelijkheid. Maar dat ontslaat niemand ook van hun verantwoordelijkheden om vervolgens daar op een goede manier op te reageren. Wat betreft de humanitaire hulp heb ik u toegezegd dat ik echt alle mogelijkheden zal bekijken. Ook met collega Ploemen in de Europese Unie en in de Verenigde Naties om te kijken of we hier nog verder mee kunnen komen. Dank u, voorzitter. Dan dank ik de ministers voor de beantwoording. En overigens ook speciaal de minister van Binnenlandse Zaken dat hij zo snel naar deze Kamer kon komen. Op expliciet verzoek van deze Kamer op dit enigszins ongebruikelijke tijdstip voor een vergadering. Ik heb de volgende toezeggingen genoteerd. Ik kijk even naar beide kanten of dat goed gaat. De minister van Buitenlandse Zaken zal de Kamer informeren over de bespreking van de situatie in Venezuela die op dit moment plaatsvindt. Ik geloof dat het net afgelopen is in de VN-veiligheidsraad. Achter gesloten deuren, dus hoe die dat doet, dat vernemen we. Twee, de minister van Buitenlandse Zaken informeert de Kamer over de resultaten van de humanitaire missie van ECHO naar Venezuela. En de minister van Buitenlandse Zaken bespreekt met de minister van BUAOS de mogelijkheden van humanitaire hulp aan Venezuela. Ook naar aanleiding van wat mevrouw Karabulut vroeg. Dan zal de minister van BZK in samenwerking met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de vraag over de asielprocedure in Curaçao, Aruba en Bonaire schriftelijk beantwoorden. En dat zijn de vragen die in het verslag hier gesteld zijn. En hij zal nummer 5, de werkwijze van de kustwacht, beschrijven in een brief aan de Kamer. Tot slot, de minister van Buitenlandse Zaken informeert bij de minister van Veiligheid en Justitie, dat is op dit moment minister Blok, over de toepassing van de voorgestelde wet die belemmeren van het geven van noodhulp ook in een ander land strafbaar stelt.
En ik meen erbij gehoord hebben dat wij dan in de Kamer horen, ofwel via de minister van BZK ofwel van VNJ, hoe dat bij deze wet uitwerkt. En of dat... Ja, oké. Okay. Dan dank ik de leden. Ik dank de regering. Ik zal nog een klein brief aan het presidium schrijven hoe dit als eerste verlopen is. En als daar input voor gegeven wordt, dan hoor ik dat gaan. Ik heb genoteerd dat deze zaken omhoog en omlaag gezet moeten kunnen worden. Zeker met de lengte. Er is nog even wat problemen met dingen. En in de tweede termijn zult u niet overal gaan zitten. Maar de rest van de zaken kunt u ook buiten de vergadering aan mij melden. Zodat we hiermee verder kunnen gaan. Dank u wel.